Dit is de KRO via de zender Hilversum 1. In het tweede gedeelte van ons dinsdagavondtheaterluisteraars vragen we uw aandacht voor een luisterspel, Rook en Nevel. Een spel van Danilo Kies, vertaald door Gérard van Kanthout. Personen: Andreas, Frans Somers, mevrouw Rigo, Nel Snel, Emiel, Bob Verstraeten. De regie heeft Leon Povel. Meneer, ik zoek mevrouw Rigo. Marie Rigo. Dat ben ik. Mag ik binnenkomen? Pardon, met wie heb ik het genoegen? Weet u niet meer, mevrouw, wat u destijds op school tegen me gezegd hebt? 30 jaar geleden? Weet u dat niet meer? Nee. U hebt gezegd, jij wordt nog eens een beroemdheid. Een dokter, een schrijver, een ingenieur. Misschien ook wel een toneelspeler. En dan kom je op een goede dag in ons stadje terug om je goede oude schooljuffrouw op te zoeken, mevrouw Rigo. Dan ben ik, hebt u gezegd, een oude dame met grijs haar door iedereen vergeten, ook door mijn kinderen. En ik zal me alleen maar kunnen afvragen, goeie hemel, wat is er toch van mijn leerlingen terechtgekomen? Waar zijn ze? Wat doen ze? De honderden duizenden leerlingen van vroeger, waar zijn ze nu? Dat hebt u gezegd, mevrouw Rigo. Nee, maar een van mijn leerlingen. Maar komt u toch binnen? Ga uw gang. Van harte welkom. Dank u. Hier langs, alstublieft. Oh, het is mooi hier. Ik zal hier maar gaan zitten. Ja, ga uw gang. U zei, ja, en dan kom je op een goede dag terug in ons stadje. En dan ken ik je niet meer. Misschien heb je dan een auto, liefst met een eigen chauffeur. Misschien met je vrouw, die natuurlijk heel knap is. En die stel je dan aan mij voor, dat is mijn verloofde. En dat is mijn schooljuffrouw, mevrouw Rigo. Ben jij niet de kleine Zielinski, die zijn vader jachtopziener was? Mis, mevrouw Rigo. 2 banken verder en 4 jaar te vroeg. Zielinski zat in de 4e toen ik op school kwam. Ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet meer. Achter waren er zoveel, kind. Dat mag ik toch nog wel zeggen, kind. Ja, er waren er zoveel die in mijn leven gekomen zijn en gegaan. Maar waar was het dan? Toch niet... U bent op het goede spoor, mevrouw Rigo. Ja, het was nog in het dorp. 1942, 43, 44 tot 45. Ja. Naar je leeftijd te zien is het lang geleden. Ben je niet... Nee, ik kan het niet raden. Het is te lang geleden. Het waren ellendige tijden. 30 jaar geleden. En wie weet of mijn naam u nog wel iets zou zeggen. Misschien weet u mijn naam niet eens meer. Andreas. Zegt u dat iets? Andreas. Ach ja. Ja, nou weet ik het weer. Andreas Mali, de kleine Tsjech. Je vader was dirigent van de brandweerharmonie. Ach ja, natuurlijk. Nee? Nou, ik geef het op, ik weet het niet meer. Andreas Kisch. Nee? Ach, natuurlijk, die is veel jonger dan jij. Ik ben helemaal in de war. Andreas Kisch, die is nou nog maar 18 of 19. Nee, echt niet. Ik kan me geen andere Andreas te binnen brengen. Zielinski, Mali, Kisch. Popov. Ach, nee. Nee, die is ook jonger. Melikditsch. Wat zeg ik nou? Dat is een vriend van mijn man, die is veel ouder dan jij. Hij heet helemaal geen Andreas. Nee, ik moet toegeven, ik ben het kwijt, ik weet het niet. Oh, maar je hebt nog niet gegeten vanmiddag, of wel? Maar ik zal iets te eten voor je halen. Wil je een borrel? Dan zullen we je toch eerst maar wat te eten geven, eer je me uitbundelt. Goeie genade, mevrouw Rigo. En een paar duitjes meeneemt die ik in een grote kous... Dat is heel snel, mevrouw. ...in een grote kous onder mijn hoofd. Maar doet u voor mij toch geen moeite? Ik heb helemaal geen honger. Ik drink een borreltje en anders niets. Nee. Je moet iets eten voor straf. Omdat je lieve oude schooljuffrouw zo geplaagd hebt. Maar mevrouw Rigo, ik heb u volstrekt niet willen beledigen. Ik was alleen maar nieuwsgierig. En toen heb ik gewoon bij mezelf gezegd... ik ga mijn oude schooljuffrouw eens opzoeken zoals ik haar 30 jaar geleden beloofd heb. En dan kent ze me meteen terug en dan zegt ze... Hier, voor straf. Voor de ondeugende leerling. Nee, het is niet nodig dat je je achternaam zegt. Ik
zal je Andreas noemen. Je achternaam doet er niet toe. Nou, dan drinken we voordat Emil komt vooraf een slokje met de gevaarlijke rover die zijn naam geheim houdt en zich verstopt achter een masker. Ja, zeg, ken jij mijn Emil trouwens nog? Ik denk dat ik hem meteen terug zal kennen. Zwart, fors, grote donkere wenkbrauwen, een zwarte snor. Die heeft hij niet meer. Toen hij grijs werd, heeft hij hem afgeschoren. Oh, eerst stond het hem afschuwelijk. Wie wil geloven dat ik erom gehuild heb? Het was net of de oude Emil dood was. Emil en geen snor. Van de eerste dag af dat we elkaar leren kennen, 40 jaar geleden, was er voor mij maar één Emil met een snor. Toen hij hem afgeschoren had, zei ik tegen hem, oh, Emil, Emil, echt, ik had liever gehad, God mogen het me vergeven, ik had liever gehad dat je zonder ogen of zonder armen voor mijn neus stond dan zonder snor. Eerlijk gezegd, ik geloof dat hij hem afschoor omdat hij grijs begon te worden. Maar hij zwoer op zijn knieën dat het helemaal toevallig gebeurd was. Hij had er een stukje afgeschoren. En toen zei hij bij zichzelf, tja, Emil, tenminste, dat zegt hij. Emil, stel nou voor dat die snor er eens afging. Je oude Marius zou barsten van het lachen. Verbeeld je, het is geen moment bij me opgekomen dat ik daarom in tranen zou kunnen uitbarsten. Ja, nou ben ik eraan gewend geraakt. Een mens went aan alles, nietwaar? Oh ja, natuurlijk. Ik begrijp niet waar hij nou zit. Hij is naar een of andere vergadering toe. Hij heeft erg veel om handen als bestuurslid van de partij. Ik weet nog heel goed dat meneer Emil een zegelring droeg aan de middelvinger van zijn linkerhand. Een grote zwarte zegelring waarmee die bulten tikte op onze hoofd als onze potloden verkeerd vasthielden. Die ring heeft hij ook niet meer. Arme Emil. Hij heeft veel te verduren gehad onder de oorlog. Die ring hebben ze in Rusland van hem afgepakt toen hij daar gevangen zat. Hij heeft nou een andere, gewone, heb ik voor hem gekocht met de zilveren bruiloft. Ach, dus je hebt ook les gehad van Emil. Een paar dagen maar, toen hij u moest vervangen. Hij was erg streng. Ja, Emil is een goed pedagoog. Dat weet jij natuurlijk niet. Hij is alleen maar zenuwachtig, maar dat was hij tegen zijn eigen kinderen ook altijd geweest. Zeg, ken je onze kinderen ook? Natuurlijk, mevrouw Rigo, de oudste. Anton zat bij mij in de klas. En de jongste, Otto. Otto, die is tegenwoordig officier. Hij heeft een heel goed inkomen, maar hij geeft alles uit aan vrouwen. Daarin lijkt hij een beetje op Emil. Oh, in zijn jonge jaren was dat ook een enorme vrouwengek. Ja, je mag wel zeggen een rokkenjager. Ik heb destijds erg veel verdriet over gehad. Otto geeft veel geld uit aan grammofoonplaten. Idioot, kan ik wel zeggen. Hij verzamelt klassieke muziek. Dat is dan toch weer een lichtpuntje tenminste. Want zeg ik altijd tegen Emil, het is veel beter dat hij zijn geld uitgeeft dan klassiek. Het heeft tenminste blijvende waarde. Hij zou net zo goed die moderne rommel kunnen aanschaffen, zoals zoveel van zijn vrienden en de jeugd van tegenwoordig. Ja, hij is toevallig nog net hier geweest. Maar, vertel eens, hoe heb je ons eigenlijk gevonden? Je bent dus eerst in het dorp geweest. Ja, eerst in het dorp. En toen zei ze meteen, mevrouw Rigo is hier al lang weg, al meer dan 10 jaar. Ik kon wel huilen omdat ik uw spoor was kwijtgeraakt. Maar in het dorp was nog iemand die de naam kende van het stadje waarin u was verhuisd. Ja, en nu heb ik u dus gevonden. En wie was dat in het dorp? Een van je vroegere vrienden? Ik kwam tegen de middag met de wagen in het dorp. Ik vroeg de chauffeur langzaam te rijden. De boeren keken verwonderd de wagen na. Zoals toen, 30 jaar geleden. Weet u, de mensen vroegen me nog wanneer ik weggereden was. Terwijl ik mezelf afvroeg of ik nog wel iemand zou terugkennen. Of, en hoe ik eigenlijk zou weten dat het juist dit dorp was waarin ik destijds, 30 jaar geleden, de kleine Andreas achterliet, die me tegenwoordig zo dikwijls in mijn dromen opzoekt. En toen troostte ik mezelf en zei, ben je gek, de mensen kunnen wel anders worden, maar het landschap blijft hetzelfde. En dat was me even vertrouwd als de palm van mijn hand. 1 oogopslag was genoeg en ik wist, dat daar is de rivier, dat is het gravenbos. Ik kende elke struik, elke boom, elke bloem. En zo ga ik dus het dorp in en meteen ken ik bepaalde mensen. Ik kijk ze aan en glimlach tegen ze. Natuurlijk kende je oom Andrea terug, de postbode. Ik hoor dat hij nog altijd... Ik vroeg meteen aan oom Andrea of er nog post voor me was. En ik zei hoe ik heette. Hij zette een bril op en met een natte vinger begon hij een stapeltje oude brieven af te zoeken. Toen zei hij, nee, er zijn er geen. En toen zegt hij met een heel andere stem, aha, jij bent toch die knaap die vroeger zand in mijn posthoren heeft gegooid? Nou heb ik je dan toch te pakken, vlegel. Was jij dat echt geweest? Nee, zeg ik, dat ben ik niet geweest, oom Andrea. Dat is Pavle Machor geweest.
Maar ik geef toe, zeg ik tegen hem, het plan heb ik wel mee uitgedacht. Paolo Maggiore, oh, wie noem je daar? Is dat... Ach, nee. Nee, ik durf niet meer in het wilde weg te raden. Maggiore is, eerlijk gezegd, weet ik zijn achternaam ook niet meer. Ze noemen hem nog altijd Paolo Maggiore. Maggiore is treinconducteur geworden. Ach. Hij reist ergens op de lijn Athene, Belgrado, Budapest, Moskou. In elk geval op internationale lijnen. Oh, ja, ja. Ik weet helemaal niet wat er toch met Emil aan de hand is. Die vergaderingen zullen hem nog de das omdoen. Dan is er onderwijzersraad. En dan weer partijraad. En dan is er schoolbestuur. Ja, vertel jij maar door. Dan kijk ik onderwijl even wat er van mijn eten terecht gekomen is. Maar als je honger hebt, dan wachten we niet op Emil. Wil je misschien iets vooraf? Een schijfje ham of een slaatje? Oh. Nou, dat kan toch wel? Of niet? Een vers slaatje bij de borrel. Vertel jij maar verder. Ik luister wel. Zeg, heb jij ook... Ik ben bij verschillende mensen geweest die ik me nog herinnerde. Aan wie ik een goede herinnering had natuurlijk. En ik zei tegen ze wie ik was. Maar hoort u nou, mevrouw Rigo? Doet u voor mij toch geen moeite? Ik heb helemaal geen honger. Wisten ze het nog? Of deed je tegen hen ook zo geheimzinnig als tegen jouw schooljuffrouw? Ze wisten het direct. De oude Horvat, de schoenmaker, u weet wel, die een dorstmachine had. Die hebben ze nu, zeiden ze, genationaliseerd. Dat wil zeggen, ze hebben hem van hem afgenomen en aan de kolchoos overgedragen. Oh. Tja, de oude Horvat. Ik kom bij hem aan de deur, klop netjes aan en direct hoor ik dat hij daar maar zit te hameren, net als toen, 30 jaar geleden. Goeiedag. Pardon, zeg ik en trek een schoen uit. Pardon, kunt u voor mij ijzerbeslag onder deze schoenen doen? Hij pakt de schoen aan, bekijkt hem van alle kanten als een dokter en geeft hem terug. Dat kan ik, zegt hij. Gaat u zitten en wacht u even. Ik pak de schoen, doe hem weer aan en zeg, kunt u mij vertellen, meneer Horvat, wanneer u voor het laatst beslag onder mijn schoenen gemaakt hebt? Nee, meneer, zegt hij, dat weet ik niet meer. Ja, zeg ik toen tegen hem, dat was zo ongeveer een 30 jaar terug. Ja. Dat weet u natuurlijk niet meer en u kunt het ook helemaal niet weten, want toen had ik maar 30 of misschien nog kleiner en nu 46, lacht hij. En u ging toen zeker nog op school, hè, met mijn zoon Bela, die heeft nu ook 46. Haha, de kleine Horvat. Zie je wel, ik zeg van mijn vroegere leerlingen altijd de kleine. Ik zeg de kleine Zielinski en de kleine Kees, de kleine Horvat. En toch zijn we allemaal volwassen mensen die zelf al kinderen hebben. En toch noem ik ze nog altijd klein. Zeg, die kleine Horvat, dat is een hele knappe ingenieur geworden, specialist. Hij heeft een staatsprijs gekregen voor een of ander project. Ja, en toen zei ik hem natuurlijk wie ik was. En toen wist hij het ook meteen. En gooide de schoen die hij net tussen zijn knieën had weg. En bracht me naar de mooie kamer en we begonnen te praten. Echt raar dat Emil er altijd nog niet is. Ah, trek je er maar niks van aan. Eet rustig van je slaatje. Zo gauw als Emil er is, dan gaan we warm eten. Kijk, ik heb voor mezelf ook een bord meegebracht, dan hoef jij je niet te generen. Oh, dank u wel, maar u had voor mij echt geen moeite hoeven te doen. Ik wacht op uw man. Nou, dan nog maar een slokje. Dat is een hele goede brandewijn, die heb ik van de boer. Schenk zelf maar bij, ik kreeg honger van. Ja, ik heb trouwens niks bijzonders voor het eten. Tja, zo zegt hij tegen me, ik bedoel de oude oom Horvat. Ik heb hier iets goeds onder de kurk. En hij had er een nieuwe ham bij gezet. Een goede oude riesling, zegt hij. En... Ah. Als je drinkt, en toen moest hij lachen. Natuurlijk, zegt hij, natuurlijk drink jij. Jij lijkt helemaal op je vader en die, neem me niet kwalijk, die kon nog God weet mee overweg. Maar jij bent toch niet aan... Ik als je schooljuffrouw mag dat wel vragen. Jij bent wel, toch niet aan... Wel, nee, ik drink niet zoveel als mijn vader, zeg ik tegen hem. Maar als de wijn goed is, waarom niet? Ben jij niet de zoon van die... Ach, lieve hemel, wat zeg ik nou toch? Die zijn zoon is immers 2 keer zo oud als jij. Ik dacht, neem me niet kwalijk aan die... Ja, hoe heet hij nou ook weer? U bedoelt om Josja? Josja Jutorica? Ja. Ja, maar blijkbaar... Nou, neem me niet kwalijk. Mag ik nog een bol? Oh, natuurlijk. Hij moet ik nou de hele tijd presenteren. De fles staat daar immers. Ik hoop dat je zelf weet wat je kunt hebben. Dank u wel. Maar neem me niet kwalijk, ik val je telkens in de reden. En wat toen? Waar was ik eigenlijk? Nou, bij meneer Horvat, de schoenmaker. Oh ja, Horvat, de schoenmaker. Nou, die zei tegen jou, hij, dat wil zeggen jouw vader... Die wist er wel weg meer. Oh ja, zeker, ja. Ja, toen kwam zijn vrouw van haar werk. En oom Martin kwam er ook bij. Ach. Ik weet niet precies hoe die heet, zijn buurman. Meneer Horvat zei, weten jullie wie bij ons op bezoek is gekomen? Ze keken me aan. Nee, zei ze. Andreas, zegt hij. Andreas, de vriend van Bela. Weten jullie niet meer? Ze zeiden dat ze zich mij herinnerden, maar ik zag goed dat ze dat niet deden. Behalve misschien mevrouw Horvat. Die zei, Andreas. Andreas met overtuigde stem. En toen zei meneer Horvat, goeie hemel,
Andreas die en die, de zoon van... Nou, zeg het nou eens eindelijk, hè. Toe nou. Mijn geduld is onderhand op. Je weet vrouwelijke nieuwsgierigheid, hè. Je moet daar dadelijk maar op terugkomen. Het raadsel moet langzaam worden opgelost. Titel van die historie, Op zoek naar de verloren kindsheid. Hoofdstuk 1, de herkenning. En hoofdstuk 2? Hoe is de titel van hoofdstuk 2? We zijn nog altijd bij hoofdstuk 1, het slot. Ik nam afscheid van ze, waarbij ik onderwijl naar hun zoon vroeg, naar Bela en naar onze vrienden Otto, Popov en de anderen. En toen vroeg ik ook nog zo langs mijn neus weg. Oh ja, en hoe maakt het dat kleintje, hoe heette ze ook weer? We zaten namelijk in dezelfde klas. Die kleine Julia, ik deed maar alsof ik haar naam had vergeten. Julia Szabo, die kleine Hongaarse. Oh, zei ze, die heet geen Szabo meer, die heet voortaan Popov. Ach, Andreas Sam. Andreas Sam. Oh, lieve hemel, dat ik daar nou niet op gekomen ben. De kleine Andreas Sam, de zoon van meneer Eduard Sam. De kleine Sam die met Julia Szabo speelde. Ach, Andri, wie zou dat nou gedacht hebben? En ik heb zo vaak over jullie gedacht, aan jou en aan je zusje, aan jullie allemaal. Ja, toen je zei de kleine Julia, toen schoot het me meteen te binnen. Ja, jij denkt misschien dat je oude schooljuffrouw helemaal kind is en nergens meer van weet. Nou, jij was zo'n deugniet, hè, lieve hemel. Net als mijn Otto. Ik weet nog hoe jij de kleine Julia het hoofd op hol bracht. Dat wist ik toen al. Oh, ja? Oh, wat zal Amy blij zijn als die hoort wie we op visite hebben. Ja, ik weet echt niet waar hij nou zo lang zit. Misschien kan ik iemand sturen om hem te zoeken en dan weten we tenminste wat er aan de hand is. Komt hij tenminste thuis? Dat ik daar nou niet aan dacht, hè. Ik zie het allemaal weer voor me of het gisteren was. Nee, je bent werkelijk erg veranderd. Ik weet nog goed dat jij altijd ging wandelen langs de rivier met een grote hond. En met Julia had je op de hooizolder verstopt. Ik heb je wel door. Nou heb ik je eindelijk gesnapt. Andri, daar moet ik zelf ook een glaasje op drinken, al mag het niet van de dokter voor het eten. Maar bij zeldzame gelegenheden als deze, drink ik toch een drupje. Gezondheid. Hetzelfde, mevrouw Rigo. Oh nee, wacht eens even. Dat is Emiel. Oh, laten we met z'n drieën een glaasje drinken. Emiel? Ben je daar? Ja, verveel dat ze ons weer hebben met hun eeuwige vergaderingen. Emiel, kijk eens wie er is. We hebben bezoek. Een vriend van Otto. Moeten er altijd een paar bij zijn die de partijlijn niet snappen. Omwille van die lui moet je met je vrienden je kostbare tijd verknoeien. Ah, neemt u mij niet kwalijk. Ik ben een beetje moe. Ja, maar Marusha, waarom heb je de kameraad niks te eten gegeven? Ah, jullie hebben zeker op mij gewacht. Oh, nee. Mijn schooljuffrouw heeft mij erg vriendelijk ontvangen. Emiel, dit is een schoolvriend van Otto. Eigenlijk om precies te zijn van Anton. Oh, juist, ja, van de universiteit. Dan nee, Emiel. Een leerling van mij, van 30 jaar terug. Hij was met Anton samen op de volksschool. Ja, meneer Rigo. 30 jaar geleden. Natuurlijk, Emiel, kun jij de kleine Andreas niet meer herinneren. Ja, waarom niet? Mij komt dat gezicht bekend voor. Nou, kan ik eerlijk gezegd niet precies... Ja, de elementaire, om zo te zeggen, biologische gegevens krijg ik niet meer bij elkaar. Maar dat hij een schoolvriend van Otto is... Van Anton? Van Anton is, dat is mij volkomen duidelijk. Dat wil zeggen, in u heb ik een... Ja, maar eerlijk gezegd... Doe me geen moeite, Emiel. Geloof me, ik zelf kende hem niet eens terug. En stel je voor, tot vlak voordat jij binnenkwam, heeft hij me in het onzekere gelaten. Net als in een spionagefilm. Hij deed precies zo geheimzinnig, totdat hij eindelijk liet merken wie hij was. En weet je hoe hij dat deed? Oh, nou zijn de aardappelen helemaal kapot gekookt. Ja, het vlees is heel lekker. Nou, Emiel, lieve hemel, het is ook je eigen schuld. Ik vind het erg jammer. Mevrouw Rigo is werkelijk erg vriendelijk voor me. En ik wilde van haar gastvrijheid ook geen misbruik maken. Doe alsjeblieft geen woord daarover, hè, integendeel. Nee, Emiel, even wachten nog. Eerst drinken we een glaasje op de gezondheid van de kleine Andreas Sam, mijn leerling. Juist toen je binnenkwam... Wat zeg je daar? Ach, natuurlijk. Andreas Schram, de vriend van Otto. Mis, Emiel, je denkt aan Otto's vriend, maar die heette Anders Schram. En deze meneer, dat is Andreas Sam. Nou, Andri, Emiel, op de gezondheid van Andreas Sam, mijn leerling. Wat zeiden jullie nou, Sam? Andreas Sam. Ja, Andreas Sam.
Natuurlijk kun je dat nauwelijks meer weten. Jij hebt hem alleen maar in de klas gehad toen je mij een keer moest vervangen. Ja, meneer Rigaud. U hebt ons op het hoofd getikt met uw knokkels. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Op het hoofd? Ja, meneer Rigaud, op het hoofd. Met uw middelvinger waar u een zegelring droeg. André, misschien overdrijf je een beetje. Voor zover ik weet ging Emil erg gemoedelijk met zijn leerlingen om. Ja, kijk eens, ik wil u op dit punt natuurlijk niet tegenspreken, maar eerlijk gezegd wat u daar vertelt. Ik bedoel dat ik ooit in mijn leven mijn leerlingen met mijn knokkels op hun hoofd heb getikt en dan nog wel met een zegelring. Nee, dat lijkt me een beetje erg fantastisch. Nee. Ik weet dat in de psyche van het kind een soort psychische deformatie kan ontstaan. Hè? Een soort gedeformeerde herinnering. Die juist het gevolg kan zijn van een shock, van een soort, hoe moet ik dat nou noemen, van een soort infantiel idee fixen. Laten we nou eindelijk eens een hapje gaan eten, anders wordt alles koud. Ja, maar nee, niet tegenspreken. Nou, als u het goed vindt, mevrouw, blijf ik liever toekijken terwijl u eet. Ja, goed, André. Maar het is maar dat je weet dat ik het erg jammer vind dat je niet met ons mee wilt eten. Ja, als je natuurlijk geen honger hebt. Nou ja, we vinden het echt heel jammer, maar zoals dat onder het volk heet, je moet geen mens dwingen. En schenkt u zich maar in. Die brandewijn, die is niet kwaad. Echt. Nou, het lijkt me toch wel fantastisch omdat ik altijd al, hè, dus zolang ik in de pedagogische praktijk zit, hè, al toen ik dorpsonderwijzer was, en dat is tamelijk lang geleden, dus altijd al lijfelijke dwang en lijfelijke straffen beschouwd heb als onpedagogisch en onhumaan. Nou, wat in dit geval hetzelfde betekent, want juist de pedagogie wordt in de laatste instantie herleid tot humaniteit. En omgekeerd. Toen gelooft u mij nou. Ik heb dat zo met de loops opgehaald als een herinnering uit mijn kindertijd. Waarover uw vrouw en ik. Goed. Ik voel me ook helemaal niet beledigd. Maar ik wil alleen maar uitleggen hoe bepaalde dingen zich in het prisma van de herinnering vervormen. Hè. En vooral als het gaat om herinneringen uit de vroege jeugd. Hè. Eenvoudiger gezegd. Het scheen u toe dat mijn ring, hè, laten we zeggen op een moment waarop u een slecht geweten had over de een of andere volmaakt onschuldige en kinderlijke misstap, toen scheen het u toe dat mijn ring dus op de een of andere manier een bedreiging vormde. Of zelfs een gevaarlijk middel was om ondeugende leerlingen te straffen. En of, Emil, waarschijnlijk was er aanleiding genoeg om een slecht geweten te hebben, zoals hij altijd achter de kleine meisjes aankwam. En daar komt die deformatie vandaan, hè? Die kleine psychische deformatie, waardoor u mijn ring in uw dromen zag. Of dat u zich verbeelde hoe de meester, die eeuwige strenge meester, de kinderen bestraft door hen op de bol te tikken. En met uw welnemen, dat is erg interessant. En dat met de middelvinger waaraan hij een zegelring draagt. U hebt gelijk. Herinneringen, speciale herinneringen uit de kindertijd zijn moeilijk na te gaan. En nog minder te bewijzen, want de getuige, eigenlijk de enige getuige, is dood. Ja, ziet u wel. Dat is een frappant voorbeeld. Maar ja, je moet het me maar niet kwalijk nemen. Die herinnering aan de zegelring zit diep in me. Onwrikbaar. Jullie praten over dingen van geen belang. Emily, we moeten natuurlijk wel toegeven dat je je leven lang erg zenuwachtig geweest bent. Ofschoon ik eerlijk gezegd weet, André, dat Emily altijd gevochten heeft voor nieuwe pedagogische methoden. En hij was tegen lichaamstraffen voor leerlingen. Ah. Nou, kijk, die geschiedenis met die ring, hè, die kon in u ontstaan. Hè, en wel als herinnering. In de vorm van een retrospectieve indruk. Of van een onjuiste herinnering. En ze kon, zeg ik, in u ontstaan toen u mij na zo lange tijd voor het eerst terugzag. Dat wil zeggen, pas toen u die zegelring aan mijn vinger zag. En zo ziet u hoe vals en bedriegelijk het mechanisme van zulke herinneringen in feite is. Ja, maar gelukkig kan uw vrouw bevestigen. Ja, dat is waar, Emil. André praat al over de ring toen jij er nog helemaal niet bij was. Ja. Ik vroeg hem, ken je Emil nog? En toen had ik meteen over de ring. Hij zei, hij had aan zijn rechterhand... Linkerhand. Oh, aan zijn linkerhand. Aan de middelvinger een zegelring, waarmee hij op onze hoofden bonkt. Dat zei hij precies zo, op onze hoofden. Nou, dat kan best zijn, maar ik beweer immers niet, en dat heb ik ook nooit beweerd, dat nou juist in dit geval deze, om zo te zeggen, retrospectieve reactie, deze onjuiste herinnering ontstond. Maar ik wou zeggen dat in beginsel de zaak met dit soort herinneringen zo ligt dat je er niet altijd op kunt vertrouwen en dat het dus in het algemeen zo had kunnen gebeuren, hè? Dat het zo had kunnen zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld een herinnering aan mijn gevangenschap. Ja, ik,
Ik zei al tegen André dat je hem niet vlug zou terugkennen, omdat jij eigenlijk het grootste deel van de oorlog vast hebt gezeten. Ja, uw vrouw vertelde me dat u veel hebt doorgemaakt. Er zijn echt al leiders weg geweest. Dan kan ik u verzekeren. Laten we daar maar niet meer over praten. Maar ik dacht, meneer Rigaud, misschien kunt u zich mijn vader nog voor de geest halen. Waarschijnlijk zou u zijn naam... Precies. Puur van opwinding en verwarring kom ik er helemaal niet toe je te zeggen, Emil. Ja, jullie met dat mannen gepraat, jullie hebben me helemaal op de achtergrond gedrongen. En je laat mij niet meer aan het woord komen. Ken je zijn vader nog, Emil? Meneer Eduard Sam. Eduard Sam? Ja, ja. Eduard Sam? Ik had toen ik gevangen zat een kameraad destijds in de Oeral, die heette Sam. Ik geloof niet dat hij dat is. Wel, André, dat kan je arme vader nooit geweest. Nee, bepaald niet. Mijn vader heeft nooit bij de Russen gevangen gezeten. Zie je wel? Zitten we weer bij dat mechanisme van de herinneringen. Die rare, onzekere... Misschien heb je hem wel helemaal niet gekend, Emil. André, in welk jaar werd je vader opgehaald? In 44. En sinds wanneer woonden jullie in het dorp? Sinds 41. Om precies te zijn, vanaf begin 41. Nou, dat betekent dat jij Emil meneer Sam nog gekend moet hebben. Tenminste uit de verhalen. Ik weet nog dat ik ooit over hem verteld heb. Hij was groot van stuk, net als André. Zelfs nog wel groter. Hij droeg een bril en hij had altijd een wandelstok bij zich met een ijzeren punt. Nee, ik weet het echt niet. En ik heb jou over hem verteld, Emil. Dat was die meneer, dat weet je toch nog wel, die in de tijd wilde aubergines voor mij heeft meegebracht. Oh, hij was heel ontwikkeld, werkelijk, André. Jouw vader was een echte gentleman, heel ontwikkeld. En zo kwam hij op een dag bij me aan met die aubergines. Die droeg hij, stel je voor, in zijn hoed. Hij was, neem niet kwalijk aan, een beetje verstrooid bij al zijn geleerdheid. En hij zei tegen me, mevrouw Rigaud, ik ben zo vrij u in deze moeilijke dagen iets bijzonders te laten zien. Stel je voor, Emil, ik had mijn leven lang nog geen aubergines gezien, die gekweekt en die wild. Ik weet dat ik het je ooit verteld heb. Ik moet zeggen, het was een eigenaardig recept. Maar die aubergine smaakte best, al mankeerden er allerlei ingrediënten aan. Toen zei je vader zaliger tegen me, weet u, mevrouw Rigaud, wat er nog mankeert aan die aubergines? Nee, meneer Sam, zeg ik. Nee, kruiden waarschijnlijk. Laurier, celery, dil, peper, begon ik zo te raden. Nee, zei hij, nadat ik alles voor hem had opgenoemd. Nee, mevrouw Rigaud, de aubergines zijn zo ook al bijna volmaakt, zonder al die kruiden, nee. Wat er aan mankeert, is een goede traminerwijn. Hoor eens, Marusha. Je zou onze, kameraad Andreas en mij, zou in deze hitte een slokje wijn best smaken. Oh, natuurlijk, Emil. Ik vind alleen jammer dat André helemaal niks heeft gegeten. Sterke drank maakt alsof hij van de sokken gaat. Oh, laat u toch, mevrouw Rigo. Ik ben met deze brandewijn best tevreden. Zo. Ja. Dus vroeger... Ja, ik vind het echt jammer dat u zich mijn vader niet kunt herinneren. Ziet u, ik ben eigenlijk op bedevaart, op een soort bedevaart naar oude herinneringen. Ik had gedacht dat u misschien... Nee, jammer genoeg niet. Ik geloof dat Marusha me inderdaad dat verhaal van die tomaten verteld heeft. Van die aubergines? Tomaten of aubergines, dat doet er niks toe, hè. Dat bewijst alleen maar dat ik stilletjes aan oud word, hè. Een oude sukkel. Je verliest je geheugen... En van de andere kant krijgen we dan weer te maken met dat vervloekte herinneringsmechanisme, hè. Tja, ik was nou net begonnen met te vertellen, hè. En u hebt me daar nou juist aan herinnerd dat ik in Siberië, hè, daar heb ik 2 ontzettende jaren in gevangenschap doorgebracht. Ik had dus in Siberië een kameraad, hè, die net als ik krijgsgevangen was. En die heette precies als uw vader, Sam. Ik wist niet eens meer hoe zijn voornaam was, hè. En daarom dacht ik misschien dat hij... Nee, dat was beslist geen familie van mij. Ja. Nou, die Sam, hè. Die heb ik... hij heette Oscar. Oscar Sam. Nou, ik ben toch nog niet helemaal suf, hè. Nou, die kom ik dus na de oorlog in Novi Sad weer tegen. Hè? Heel toevallig, zo te zeggen, op straat in een melkzaak. Nou, dat is nou niet van belang, hè. Maar we kennen elkaar. Terugslaan aan het drinken. Ja, natuurlijk niet in die melkwinkel, hoor. Maar we gingen naar het visserseiland, hè. En daar maar herinneringen aan de oorlog ophalen, hè. Zo bij een glas wijn. Marusha, waar blijft die wijn nou? Voor eens, Emil, laat ik je wel zeggen, dat is mannenwerk. Ik heb bijna in mijn vingers gesneden. Ja. Hier,
Alsjeblieft. Trek die wijnfles zelf maar open. Ik zoek me eerst half dood naar je kurkentrekker en dan moet ik nog in mijn vingers snijden. Andreas, ben je er niet van gedachten veranderd? Ben je niet een klein slokje wijn? Nee, dank u heus niet. Ik hou me maar bij mijn broodje. Wat schenk je dan toch in? Nou, wacht maar. Ik doe het al. Je hoeft je niet te generen, kind. Wees nou niet boos, dan ga ik onder wel koffie zetten. Praten jullie maar een beetje verder samen. Ja, zie je nou, Emiel, het is helemaal niet zo eenvoudig. Een heel getop voor me. Zo. Daar zitten we dus, hè. En we vertellen elkaar het ene rare verhaal uit de gevangenisschap na het andere, hè. En dan dit, hè. Namelijk, ik heb beweerd, en ik zal dat tot het eind van mijn leven volhouden, dat wij die nacht op wacht stonden, allebei naast elkaar, hè. En tot zover komen onze herinneringen dan ook met elkaar overeen. En dat we ons toen aan de Russische patrouille overgaven, aan de voorhoede, in de morgenschemering. En ik bond mijn zakdoek aan een stok en zwaaide. En nou moet je opletten. In zijn versie was dat 's avonds gebeurd, en dus in de avondschemering en niets morgens. En met de zakdoek die we samen aan de stok hadden gebonden, zou hij gezwaaid hebben. Dus twee volkomen verschillende versies van één en hetzelfde verhaal. En zo ging dat maar door, hè. Volgens mij kwamen van links of van rechts twee Kirgiezen met machinepistolen op ons af. En volgens hem kwamen er twee reusachtige blonde Russen, de ene van de achteren en de andere van de voorkant, wat volkomen onwaarschijnlijk is, want dat zou betekenen dat de Russen dan ook achter de frontlinie hebben gezeten. En dan alleen met karabijnen en opgestoken bajonet. Nou, zo zie je dat dit verhaal bijzonder leerrijk kan zijn, hè. Vooral met het oog op ons, hoe moet ik dat noemen, ons vorig klein meningsverschil in verband met jouw jeugdherinneringen, hè. Ja, aan mijn ring. Hm? Ja, maar die herinnering aan uw ring steekt toch wel heel diep in me. En ik zou kunnen... Ja, goeie genade, twijfelt u dan aan het feit dat onze herinneringen, waarvan ik daarnet heb verteld, tweeërlei zijn? Totaal verschillend. Twijfelt u dan aan het feit dat die twee uiteenlopende herinneringen gewoon niet vaststaan na meer dan 30 jaar? En dat ze dus op geen manier betrouwbaar en onaantastbaar zijn? Hm? Alle elementen zijn voorhanden. In beide varianten, ook die witte zakdoek. Dat wil zeggen, mijn zakdoek of die van ons allebei. Ja, natuurlijk mag je in beide gevallen op objectieve gronden het woordje wit niet zo letterlijk nemen. Het waren met permissie twee smerige snotlappen. Als er tenminste iets was, hè, als alles, zowel in de ene als in de andere variant, niet alleen maar een gewone fata morgana, een angst, een onzekerheid, winter, honger, vermoeidheid, een hallucinatie... Weet ik veel, hè? Ziet u, ik heb er geen moment aan getwijfeld, hè. Niet één ogenblik heb ik aan Oscars eerlijkheid getwijfeld, hè. Aan zijn fatsoenlijkheid, zullen we maar zeggen. Ook niet aan zijn intelligentie. Nee, beste vriend, geen moment. Want de jarenlange gevangenschap en ook de tijd in het leger tevoren hebben bewezen dat Oscar fatsoenlijk was. Een communist. Zo u wilt, een man van de daad. Realistisch en daarbij volkomen nuchter in elk opzicht. Ik bedoel, een mens wars van elk fanatisme. Huh? Maar op dat hoogst delicate moment, toen wij allebei vermoedelijk de twee enige communisten in de hele compagnie, wat zeg ik, in het hele bataljon om zo te zeggen, besloten ons over te geven aan het Rode Leger, omdat we begrepen hadden dat aan die kant het gelijk lag. Ik bedoel, hij heeft op dat hoogst delicate moment, toen het leven op het spel stond, hè, toen het leven... van een mens nog aan een zijde draadje hing. Toen de onzekerheid voor ons opdoende. Zei u iets? Nee, niet kwalijk. Volstrekt niet. Ik wou alleen maar. Ja, daar ben ik ook weer gebleven. Ja. Dus het fatsoen van kamerad Oscar heb ik geen ogenblik in twijfel getrokken. En ook hij heeft, en daar ben ik van overtuigd, aan het mijne niet getwijfeld. Aan mijn variant, bedoel ik, hè. En weet u tot welke slotsom wij uiteindelijk kwamen? Hoe we die Gordiaanse knoop hebben doorgehakt? Hoe we hebben afgerekend met onze elkaar tegensprekende herinneringen? Heel elegant en heel eenvoudig. Wij aanvaarden allebei de varianten als juist. Wat vindt u daarvan? Tje. Wat moet ik daarop zeggen? Misschien, ik weet niet, maar misschien hadden ze allebei als onwaar verworpen moeten worden. Zo groot is het verschil niet. Ah,
Daar heb ik u. Dat deden wij ook. Wij verwierpen beide versies als onjuist en onwaar. Wat vindt u daarvan? Ik snap het. U hebt tegelijkertijd... Natuurlijk, maar dat is immers wel bekeken haast één en dezelfde dialectische waarheid. We hebben beide varianten, beide verhalen, beide herinneringsbeelden als juist aanvaard, dus als waar. En tegelijkertijd als onjuist en onwaar. Alsjeblieft. Hier brengt de menselijke logica je dankzij een vreemd mechanisme niet meer verder. Ach, beste kameraad, wat zijn al met al herinneringen? Rook, nevel, niks. Amy, zet eens een plaats voor anderen op. Neem me niet kwalijk, anderen, maar ik moet de boel hier omwassen. We gaan vanmiddag naar een vergadering en dan hebben we morgen misschien niks om wat te eten. Ik had geen enkel schoon bord meer. Zeg, Amy, ik weet niet of jij het nog weet, maar André had een hond. Een Sint-Bernardshond. Dat is een wolfshond, mevrouw Rigo. Heette Dingo. Ja, zie je wel. Net vertel ik tegen kameraad Sam dat verhaal met Oscar. Je weet wel van toen ze ons gevangen namen. En nou kom jij met die Sint-Bernardshond. Alsjeblieft. Nou, laten we nou eens proberen uit te maken wat voor een ras het was. Onze kameraad zegt een wolfshond. En jij beweert, ja, als je het beweert... Geef toe, André. Ik weet zeker dat het een Sint-Bernardshond was. God, kind, je weet toch het verschil wel tussen een Sint-Bernard en een wolfshond? Nou goed, ik geef toe, het is mijn schuld. Je hebt gewoon een slechte schooljuffrouw gehad. Een juffrouw die je niet het verschil tussen een wolfshond en een Sint-Bernard heeft bijgebracht. Ja, maar mevrouw Rigo... Nee, wat waar is, is waar. Je hebt een slechte juffrouw gehad. Dat had ik je toch op zijn minst moeten leren. Maar daar heb je nou een sprekend voorbeeld, hè, zo u wilt, een schoolvoorbeeld. Dus een schoolvoorbeeld van hoe de herinnering ons bedriegt. Wie moeten we nou geloven? Mevrouw Rigo, de juffrouw, die beweert de hond was een Sint-Bernard en ze beweert dat spontaan en zonder enig belang erbij te hebben. Of haar leerling, de bezitter van de hond, die beweert dat het een wolfshond was. Tenminste, als er niet sprake is van een verkeerde benoeming, dus van een gewone lapsus linguae. Kun jij vertellen, André, hoe je hond eruit zag? Hoe oud was je helemaal? Wacht, je bent nou zo oud als Otto. Ah, nee, als Anton. Nou, dan was je toen 7, 8 jaar. Hè? Nou, goed. Hoe zag jouw hond er dan uit? Mijn wolfshond? Ja. Oh, aan de punten waren zijn oren een beetje omgekruld. Oh, lieve help, André, wat vertel je me nou? Hij had, er is helemaal geen twijfel aan, hij had donkerbruine, bijna zwarte hangoren. Een echte Sint-Bernard. Maar goed, ik zou je niet plagen, we hebben het natuurlijk over verschillende honden. Ik bedoel, jij had natuurlijk 2 honden, een Sint-Bernard. Nee, mevrouw, ik heb maar 1 hond gehad en dat was Dingo. Dan moeten jullie een compromis sluiten. Zoals ik met Oscar gedaan heb. Een compromis over de geldigheid van de herinneringen. Deze hond was zowel een wolfshond, zo zei u toch als ik me niet vergis, als een Sint-Bernard. Wat zeggen wil, hij had enerzijds grote, donkere hangoren en anderzijds had hij spitse, van boven iets wat omgekrulde oren als een wolfshond. En daarmee krijgen we dan deze, laten we zeggen, dialectische paradox. De hond was nog een wolfshond, nog een Sint-Bernard. Dat heft elkaar volgens de tweede variant eenvoudig wederkerig op. Het heft zich op. Plus en min heffen elkaar op. Zo gaat dat met herinneringen, beste kameraad. Ze zijn lucht, rook, niks. Emiel, we zitten elkaar hier zomaar gewoon de bal toe te spelen en we laten André helemaal niet aan het woord komen. Het toe. Vertel nou eens wat over jezelf, André. Trouwens, ik heb ook niks over je gehoord. En ook niet van je familie. Vertel nou eens hoe je leeft. Ik vind het allemaal even interessant. De schooljuffrouw is, of het jullie kinderen nou bevalt of niet, de schooljuffrouw is een soort moeder voor het hele leven. Tenminste... Zo voel ik het, ten opzichte van al mijn scholieren, die van vroeger en die van nu. Doet er niet toe wie, allemaal. U weet het zelf, mevrouw Rigo. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja, ik weet gewoon niet waar ik beginnen moet. En het lijkt me dat ik geen bijzondere, geen buitengewoon interessante dingen over mezelf zou kunnen vertellen. Ik ben eigenlijk gekomen om u te ontmoeten. U allemaal, mijn vrienden. U, meneer. En je hebt niet eens verteld waar je mee bezig was toen Emiel thuis kwam. Ach. Koffiewater kookt. Alsjeblieft, vermaak je nog even met Emiel. Ik kom dadelijk. En dan zal ik je niet ieder ogenblik onderbreken. Emiel, nu heb je nog steeds geen plaat opgezet. Vraag hem of je van klassiek houdt. Of,
Misschien houdt u wel van modern. Ja. Onder in de la. Daar ligt wat Otto heeft meegebracht. Ja. Waar heeft hij ze nou toch gelaten, Marusha? Geeft u zich voor mij toch geen moeite, meneer Emile? Ja, dat is om dol te worden. Marusha, waar heb je ze verstopt? Zijn dit die platen hier in het bakpapier? Ja, zoek daar toch, Emile. Ze moeten daar zijn ergens. Vanmorgen waren ze er nog, toen ik het er zwaar opruimde. Nou, als ze ze vanmorgen vroeg opgeruimd heeft, dan heeft ze ze zeker ergens anders neergelegd. Oh, wacht eens even. Hier heb ik iets heel apart. Deze, zo. De herinnering aan de oorlog. En weet u, dat doet me denken aan mijn moeilijke oorlogsjaren. In Rusland. Siberië. De Volga. Stalingrad. Weet u wat voor een hel dat was? Die hele vervloekte oorlog. En wij hier, alsjeblieft. Gekropen, hongerig en dorstig. Half naakt in een vorst van 40 graden onder nul. En het was, weet u, een vorst. Zo'n vorst, kameraad, dat de menselijke stroom bevroor. Nog voor de... Piezen, dat was ongeveer zelfmoord. Ziet u, als ik nou deze muziek hoor, hè? Alsjeblieft, nou verandert dat alles in iets verhevens. Alles is nou alleen maar een grove leugen. Al die herinneringen zijn veranderd in rook. In niks. André, kind, je moet Emile even excuseren. Hij moet zich, als we de koffie op hebben, eerst gaan scheren. Hm. Ik zei al, we moeten... Oh, goeie hemel, is het al zo laat? Nee. Blijf dan rustig zitten. Helemaal niet. Wij blijven hier zitten, totdat Emile klaar is. Je wilt toch niet weggaan eer je alles aan me hebt verteld, aan mij? Je vroegere schooljuffrouw? Ja, een ogenblikje, maar ik ben direct weer terug. Ik heb een elektrisch scheerapparaat en dat gaat heel vlug. Blijft u maar rustig zitten en drinkt u uw koffie. En Marusha, kijk jij nou eens naar die platen? Maar ik geloof dat ik u echt al veel te lang heb opgehouden. Misschien kom ik een andere keer nog eens. Hoezo misschien? Je komt morgen vroeg of misschien vanavond nog. Zeg, Emile. Emile, wanneer is die vergadering afgelopen? Wat zeg je? Wanneer is die vergadering afgelopen? Dat weet ik niet, dat kan al 12 uur worden. Oh, nou kom dan in elk geval morgen, hè? Morgen vroeg op de koffie. Maar ik ga vanavond weg. En lieve hemel, waarom zo vlug? Hey, ik moet wel, helaas. Het was maar een korte bedevaart. Nou, goed dan, André. En, wat heb je voor indrukken opgedaan? Heb je iets gevonden van datgene waarnaar je op zoek was? 30 jaar. Hemeltje lief, is geen klein beetje. Als ik er nog aan denk... Het is net of ik je nog voor me zie met die Sint-Bernard, zoals je langs de rivier ging wandelen. Ja, ik zei toch, meen ik, ik heb een paar mensen teruggevonden. En weet u, mevrouw Rigo, wat ik niet gevonden heb? Ik heb het landschap niet kunnen terugvinden. Hm? Ik zei tegen mezelf, wat betekent er 30 jaar voor een boom, voor een rivier, voor een bos? Wat betekent het 30 jaar in het leven van een eik? Ja. En dan kom ik daar waar ik elke boom, elke struik, elke bloem heb gekend. En ik heb er niets van terug kunnen vinden. De bomen zijn omgehakt of ze zijn door het water meegestuurd. Of de bliksem er is erin geslagen. De rivier heeft in die 30 jaar zijn bedding verlegd. De oevers zijn anders geworden en niets... Niets is overgebleven van wat ik hoopte terug te vinden. Maar André, dat zijn toch alleen maar zoals Emile zegt, onjuiste herinneringen. Hoe kan Nee, mevrouw Rigo. Ik herinner me haarscherp. Dat daar buiten bij de dam 2 geweldige beuken hebben gestaan, bij de rivier. Wat? Beuken, André? Ik kan me niet herinneren dat er aan de rivier in de buurt van het dorp ooit beuken gestaan hebben. Voor zover ik weet stond er tot aan de grens van de gemeente, tot aan het Gravenbos, geen enkele boom, er lag alleen maar vlak land. Maar ik heb toch met name in een van de beuken gesneden? Kort voor ons vertrek heb ik met een mes mijn naam diep in de schors gesneden. Ik hoop dat ik die daginder zou terugvinden. En u... Niets. Geen enkel bewijs, niets. Je wou me geloof ik van de kleine Julia vertellen. Hoe zag ze er ook weer uit? Emile, weet je nog dat André destijds wat over zijn oren verliefd was op de kleine Julia Sabo? Hoor je me, Emile? Wat? Ik zeg dat onze André op de kleine Julia Sabo verliefd was. De dochter van de dorpsveldwachter in de oorlog, weet je dat niet meer? Ja. Ja, daar was ik opgehouden.
Kijk hem nou om, Horvat, zeiden ze. Liefde vergeet je niet zo vlug en zeker niet je eerste. Ja, en ze zeiden tegen me, hier heb je jou, Julia. Op dezelfde plek was het er verlaten, waar je er verlaten hebt. Het eerste huis hier, dat nieuwe. Ja. Ja, dat weet ik. Ze hebben een nieuw huis gebouwd, zij en haar man. Ik ga er onmiddellijk opgewonden naartoe en vraag een boerin op de weg, woont hier Julia Popov? Sabo van haar meisjesnaam. Ja, zegt ze. Kan ik er spreken, vraag ik. En, wat wilt u? Nou, zomaar, zeg ik. Ik wil... Maar, dat ben ik immers zelf, zegt ze. Amy, hoor je hoe mooi André vertelt? Hij heeft hier zijn eerste liefde weer ontmoet, Julia. En hij kende er niet eens terug. Ik versta er geen woord van. Ah, je moest eens horen hoe André vertelt. Hij vertelt net van zijn ontmoeting met de kleine Julia Sabo. Vertel maar door, je komt zo. Nou, ik moet toegeven, ik schrok wel. Lieve help, wat was ze lelijk geworden. Wat? Lelijk? Ze gaf me haar harde, grote, rimpelige hand, bijna een mannenhand, en zei, dag André, hoe gaat het met je? Goed, zeg ik. Hoe kende je me terug? Zomaar vanzelf, zei ze. En kende jij mij terug? Ja, loog ik. Ik was er alleen niet zeker van of je het echt was en wilde het eerst zeker weten. En ik had gedacht dat ik, stel u zich voor, hoe idioot, ik dacht dat ik precies hetzelfde meisje terug zou vinden. Met een stompe neusje, blonde haar en een groene ogen. Nou, overdrijf je toch echt, André. Je hebt altijd net als je vader zaliger de neiging gehad om te fantaseren. Neem niet al het zeg maar. Nou, overdrijf je toch echt, hoor. Julia Sabo is nooit blond geweest. En ze had ook geen groene ogen of een stomp neusje. U bedoelt dat Emil? Ze... Emil, dan moet je eens horen. Dat is werkelijk interessant. Emil? Goeie genade, hoe lang blijf jij eigenlijk scheren? Amy! Ja, wat zeg je? Ken jij de kleine Julia Sabo nog? Ja, licht. Ja, dat kleine zwarte ding met die grote zwarte ogen. En wat voor een neus ze had, dat weet je natuurlijk niet meer. Wat voor een neus? Wacht eens. Jawel, jawel. Van haar vader. Zo kom ik erop. Krom. Bijna een haakneus. Nou. Ja, ik herinner me nog goed, hoor. In de hogere klas heb ik er 2-3 jaar les gegeven. Nou, André, je hebt werkelijk de fantasie van een romantische dichter. Stel je voor, Emil. Hij zegt, Julia, stel je nou voor. Blond en, hoe zei je het ook weer? Met groene ogen. Hoor je, met groene ogen en een stompe neus. En moet hem met een ander hebben verwisseld. Misschien met de kleine... Nee, mevrouw Rigaud. Nee, u hebt het mis. Julia was blond, had groene ogen en een stomp neusje. De hond was een wolfshond. Aan de oever van de rivier stonden 2 eiken waar ik dikwijls in ben geklommen. In een dikke tak heb ik mijn naam gesneden, 30 jaar geleden. Meneer Rigo had een snor, een pikzwarte snor, en aan zijn rechterhand en zijn middelvinger droeg hij een zegelring waarmee hij bonkte op de hoofden van de kinderen. U wilt toch niet beweren, mevrouw Rigo, dat mijn vader ook niet heeft bestaan? De oude dronkaard, Eduard Sam. Sam, die u in zijn vette hoed wilde aubergines bracht. Maar André, we zijn toch geen kleine kinderen meer? Je gaat daar toch niet boos worden omdat ons allemaal, maar vooral ons ouderen, de herinnering bedriegt of... Of juister gezegd, omdat onze herinneringen niet meer met elkaar overeenkomen. Heb ik niet zelf gezegd, hier, Emil staat hier als getuige, dat jouw vader mij op een dag in de oorlog aubergines bracht, in zijn hoed. En dat hij toen tegen me zei, weet u, mevrouw Rigo, wat aan deze aubergines nog mankeert? Een goede traminer wijn. Dus, meneer Rigo, u herinnert zich mijn vader toch? Ja. Ja, zo zei hij het. Een goede traminer wijn. Ja, ik herinner me, of liever nou ben ik door het verhaal van Marusha herinnerd aan dat verhaal van meneer... Hoe was het nou ook alweer? Sam, Eduard Sam. Dus aan het verhaal van uw vader, meneer Sam. En van die beroemde aubergines. Weet u, ik heb Marusha verteld, hè, dat we in het eerste jaar van onze gevangenschap elke dag 1 aardappel kregen. Soms zelfs een rauwe. Weet u, dat waren barre tijden. En op een dag krijg ik in plaats van die aardappel, weet u wat? Daar zou u nooit op komen. Ik krijg, en ik weet zelf niet waarom en waar vandaan, een suikerbiet. Kunt u zich voorstellen, beste vriend, wat dat voor een gevangene betekent? Wat dat voor een door en door bevroren, hongerige, uitgemergelde gevangene betekent, een suikerbiet? En weet u wat ik met die suikerbiet heb gedaan? Ik heb hem verdeeld onder de kameraden van de partijcel. En wat zou u doen als zich een getuige meldde, een kameraad uit de gevangenschap, die zou beweren, ten eerste dat het geen suikerbiet was, maar een bloemkool, ten tweede niet u, maar hij had de suikerbiet gekregen, oftewel de bloemkool, ten derde,
Hey, laten we hierbij blijven. Dus het was geen suikerbiet, maar een bloemkool. En dan werd die weliswaar aan u gegeven, maar u hebt hem niet verdeeld onder de kameraden van de partijcel, want zo'n partijcel, neemt u me niet kwalijk, ik veronderstel dat nu maar en ik denk daarbij aan het door u opgeworpen mechanisme van de herinneringen. Zulk een partijcel bestond toen der tijd helemaal niet. En de bloemkool hebt u helemaal alleen opgegeten, stiekem, 's nachts. Ja, neem me nou niet kwalijk. Ik ben nog niet klaar. En die koolraap, respectievelijk suikerbiet of bloemkool of wat u dan ook in handen had, was u niet op de een of andere mysterieuze manier toebedeeld, maar ja. Wordt u nu alstublieft niet boos. Maar kreeg u als loon, als kleine vergoeding van kleine diensten die u de bewakers had verleend. Dat zou betekenen, op grond van deze veronderstelling, dat een zekere meneer mij beschuldigt van verlinkerij. Om in de toenmalige jargon te blijven. Nou, als het u interesseert, ik zou die meneer, en het kan me niet schelen wie dat zou zijn, heel eenvoudig zijn tanden uit zijn bek slaan. Want dan ging het niet meer om een gewoon herinneringsmechanisme, om een kleine afwijking, een kleine deformatie, maar om een aperte leugen. Nou, Emil. Een reusachtige, schaamteloze, tendentieuze, vernederende leugen. Want wie zou al nou vragen nou, de brutaliteit hebben? Emil, alsjeblieft, in hemelsnaam. Kunnen jullie nog geen prettiger onderwerp bedenken dan altijd hetzelfde? Lieve God, nog toe, jullie mannen kunnen alleen maar over politiek praten en ruzie maken. Altijd hetzelfde. Oorlog, gevangenis, de Russen, de Duitsers, de Amerikanen. En jij, Andrie, je gaat ook nog olie op het vuur gooien. Praat nou liever eens over mooiere dingen, over muziek of over schilderkunst. Doe nou. Ik zou u in elk geval willen vragen tegen uw vrouw te zeggen dat u niet boos bent en dat dit hier een van die typische mannengesprekken is waarvan vrouwen altijd denken, neemt u me niet kwalijk, mevrouw Rigo, dat er ruzie is. Ofschoon het meestal gaat om meningsverschillen. Ik denk dat kameraad Emil me gelijk geeft. Ja, natuurlijk. Allicht. Sigaret? Nee, dank u. Zullen we doorgaan? Als u nog even tijd hebt. Hoe laat is het dan? Oh jawel, dat kan nog wel even. Vooruit. Ik wou namelijk alleen maar zeggen dat het herinneringsmechanisme... U zei dat u die koolraad... Suikerbiet. Goed, suikerbiet. U hebt die suikerbiet onder de kameraden van de partijcel verdeeld. Ja, dat heb ik, ja. Blijft u volhouden dat het een suikerbiet en geen bloemkool was? Of een heel gewone aardappel waarvan u dacht dat het een koolraap was? Jullie gesprek begint hoe langer hoe meer op een verhoor te lijken. Jullie kunnen veel beter een verstandiger onderwerp uitzoeken als jullie dan met al geweld wil discussiëren. Emil, vertel jij nou eens tegen Andrie hoe ze jou getest hebben toen je vrij kwam. Nou, dat was even perfide als doorzichtig. Emil kwam terug uit zijn gevangenschap en ze leggen mij, een gevangene, en ik was niks dan fel overbeen, twee pakken voor. Een jasje, een broek, een hemd en das, dus twee complete pakken. Maar wacht, nou komt het. Ze leggen ze voor me uit. Twee bijna gelijke pakken, rode kruis erop. Het enige verschil lag bij de dassen. Het ene pak had een blauwe en bij het andere pak hoorde een rode das. En u koos natuurlijk het pak met de rode das. Natuurlijk. En wel onmiddellijk. Want ik zag meteen dat dit een kleine provocatie was. Onjuister gezegd... En waarom moesten ze uitgerekend u, kameraad Emil, op de proef stellen? Waarom nu juist u? Hoe legt u dat uit? Andrie, je weet dat Emil... Nou, zo was het helemaal niet. Ik was niet de enige die op proef werd gesteld... Dit testje of dit politieke plebiscit. Alle mannen die van het front terugkwamen en alle voormalige gevangenen werden op die manier getest. Dat waren toen gekke tijden, weet je nog wel, Emil? En toen deed u dus een rode das om. Nou, niet pas toen, beste vriend. Ik had in Rusland al ingezien, al van het begin af aan, dat het communisme de enige nog mogelijke levensvorm is. Toen de tijd, hè, dat wil zeggen, bij die test heb ik die rode das alleen symbolisch aangedaan. Want u gelooft toch soms Emil, niet dat hij kwam in voddas. Natuurlijk heb ik niet gedacht dat u in gevangenschap de kleuren maar voor het kiezen had. Helemaal niet. Maar weet u nog, kameraad Emil, wat u voor en onder de oorlog voor dassen droeg? Nou, u stelt werkelijk rare vragen. Hoe moet ik dat opvatten? Andrie, hou nou eindelijk eens op. Drink liever een glaasje brandewijn en vertel nou eens wat over jezelf. Je hebt helemaal nog niks over jezelf verteld. Je doet zo geheimzinnig. Emil, en het is jouw schuld. Weet je nog, Andrie, hoe de kinderen... Weet je nog hoe de kinderen op school een keer brood voor je hebben meegebracht? Weet je dat nog? Goeie hemel, wat een tijden waren dat. Ja, mevrouw Rigo, dat weet ik nog. U zei ons dat we na de les moesten blijven zitten. En toen moest ik voor de klas komen.
Ik stond bij de lessenaar en alle schoolkameraden kwamen langs en ieder legde een stuk brood in mijn arm. Ik hield mijn armen zo, net als nu, zoals je hout draagt, en verzamelde het brood. Toen liep ik huilend naar huis. Dat was toen mijn vader de eerste keer werd opgehaald. Wilt u, kameraad Emil, nog altijd beweren dat het herinneringsmechanisme bedriegt? Ik beweer nog altijd dat het bedriegelijk is. En daar kom ik niet op terug, want er zijn maar al te veel voorbeelden van... Waarom staat dan bij wijze van voorbeeld meneer Rigo zo duidelijk in mijn herinnering? Groot, zwart, met een opgestreken snor, met een ring aan zijn middelvinger. Nou ja, het is in elk geval een feit, Andrie. Kinderen hebben vooral een sterke herinnering aan hun meesters... als er een bij geweest is die bijzonder streng is, zoals Emil. Ja, maar je denkt toch zeker niet, Marusha, dat ik als partijgenote... hoe zeiden jullie dat ook alweer? De kinderen bulten op hun hoofden bonkten. Dat ik mijn kinderen op hun hoofden bonkte en dan nog wel met een zegelring. Ja, Emil, misschien heb je wel... Ik weet immers hoe zenuwachtig je dikwijls bent. Ach, maar dat is toch pure fantasie? Dat is niet te geloven. U droeg donkere dassen, ik geloof zelfs zwarte. André, neem me niet kwalijk dat ik je onderbreek, maar... weet jij nog dat ik jou Anton schoenen gaf en dat jij ze van achter moest opensnijden omdat ze voor jou te klein waren? Je had tamelijk grote voeten, toen al. Ach ja, net als mijn Otto. En de kleine zwarte Julia, die had je helemaal het hoofd op hol gebracht. Dat weet ik nog, mevrouw Rigo. Ik weet alles. Julia had lange, blonde vlechten. Hoor je dat nou? Emil, hoor je dat? Blond was ze, zegt hij. Blond. Ja, daar doe je niks tegen. Ze had kleine zomerspotjes op haar gezicht en ze bracht mijn hoofd op hol. U hebt mij toen Anton schoenen gegeven en gezegd als ze je te klein zijn, zijn ze dan maar achter een beetje open. Dat is altijd nog beter dan 's winters op blote voeten te lopen. En ik weet ook dat u tegen alle kinderen gezegd hebt, dat hoorde ik later pas... allemaal een stuk brood meebrengen voor mij, omdat ik anders kapot ging van honger en kou, onze hele familie. En zeker hebt u ook gezegd, dat heb ik niet gehoord... Maar overdrijf dan niet zo, André. Zeker hebt u ook gezegd, anders verrekt die arme familie Sam. En verder voor wat die oude zuiplap die Sam betreft, voor die zou het trouwens nou, erg goed zijn. Nou, echt te ver, André. Echt, ik heb jouw vader gerespecteerd als een ontwikkeld man. En die anekdote met die aubergines, die maakt hem alleen nog maar sympathieker. Hoewel ik jullie eerlijk gezegd wel beklaagd heb, speciaal je moeder. En ik weet toch hoe je mijn moeder hebt getroost. U zei tegen haar, mevrouw Sam, kijk u alleen maar naar uw kinderen. En die gekke vent, laat hem maar lopen, waarin die wil. U stond naast mijn moeder en mij. En mijn vader lag half doodgeslagen voor ons op de grond. Meneer Emil droeg toen een donker pak. Oh, u hebt een rijke fantasie. Ik heb uw vader nauwelijks gekend. Ik heb geen enkel woord met hem gewisseld. Uw man, mevrouw Rigo, droeg een donker pak en hij had een of andere band om zijn arm. Oh, oh, daar wilt u naartoe. Ja, ja, ik was een tijd lang... Wanneer is dat geweest, Marusha? Kort voor het uitbreken van de oorlog, denk ik. Toen was ik een tijdje, dat wil zeggen heel kort in de burgerwacht. Een band om uw arm en een zwarte das. Nou, uw herinneringen, dat moet toch gezegd worden, zijn in elk geval je reinste kleurenblindheid. Volgens u is die kleine Julia Tsabo blond met groene ogen en laten we zeggen grijze of blauwe, dat is volgens u een zwarte. Echt, Andreas? Ik weet niet waar je het over hebt. Emil heeft zijn hele leven lang geen zwarte dassen gedragen. Integendeel, Emil droeg alleen maar lichte dassen. En rode natuurlijk. Ja, en rode, ja. En ik draag ze nog altijd. Wij zijn, als u dat iets kan schelen, deze regering zeer toegewijd. Want wij, beste kameraad... Ik, mijn vrouw en mijn kinderen, wij hebben afschuwelijk veel moeten doormaken. En nou komt u met het een of andere infantiele herinneringetje... en u denkt dat het toppunt is van lijden en beproeving. Ik heb in Russische gevangenschappen en kort daarvoor aan het Oostfront... Nou begin je weer over de politiek, Emil. En dadelijk krijgen jullie nog ruzie om. Ik ben bang, André, dat je er helemaal niet meer uitkomt... als jullie ook de politiek nog willen afwerken. Neemt u me niet kwalijk. Ik heb u echt te lang opgehouden. Moet u mijn excuses maken, mevrouw Rigo. Ik had zo graag willen weten hoe het met u was. Met u en met uw man. Met alles uit de oude tijd. Emil, je moet jezelf onderhand gaan aankleden. André zal je wel even willen excuseren. Dan kunnen jullie onderweg nog wel wat kletsen. Maar alsjeblieft laat die verdraaide politiek er aan buiten. U wilt ons wel excuseren. Maar ik moet mezelf nog opknappen. Dan kunnen we samen weggaan. Ja, beste jonge vriend en partijgenoot. Die herinneringen. Zoals ik u zeg, rook. Rook en nevels. Niks. Ja. Ja, dat spijt me nou echt, André, dat je morgen al weg moet. En over jezelf heb je nog niks verteld en... Nee, iemand mag weten, ik heb er geen idee van wat je tegenwoordig doet en waar je woont. Je hebt al geen verstandig woord over jezelf gezegd.
Ik weet nog, Andrie. Hoe zou ik het hebben kunnen vergeten? Ook ik heb een vreemd heimwee naar... naar het dorp. Naar ons dorp, waar we... wij allemaal... jij en je familie... wij allemaal samen die moeilijke jaren hebben doorgemaakt. Niet te geloven dat er sindsdien 30 jaar verlopen zijn. Je weet niet, Andrie, wat wij sindsdien hebben moeten doormaken. Niet alleen Emily, maar... en ook jouw vrienden. Ik bedoel, Anton en Otto. Wij allemaal. We hebben allemaal zwaar moeten boeten, kind. Voor alles wat je Emiel nou verwijt. Weet je? Otto. Otto is officier geworden. En je weet wat voor aanleg hij had voor muziek. Je weet toch, hij speelde van kind af aan piano en hoe. En Anton. Weet je dat? Dat Anton. Onze Anton net. Naar het buitenland is gevlucht. Ja, dat heb ik je niet verteld. Daar spreken we niet over. We zeggen altijd, onze Anton die is op de universiteit. Een volwassen mens. Wat zullen we ons over hem bezorgd maken? Arme Emily is om hem zijn zenuwen volkomen kwijtgeraakt. Emily. Emily, doe een trui aan. Het wordt koud vanavond. En vergeet je paraplu niet, Emiel. Ik denk dat het gaat regenen. Ja. Ik had gedacht, mevrouw Rico, dat u tegen mij zou zeggen... Ach, kijk. Ben jij die lieve, kleine Andrea Sam? Gek. En u zegt, die kleine deugniet. Die met die hond. Met de Sint-Bernard. Voor mijn part, die kleine deugniet met de Sint-Bernard. En gelooft u mij, mevrouw Rico, ik zweer u, het was een wolfshond, maar dat doet er nou niet meer toe. Die kleine deugniet die zich met Julia Sabo op de hooizolder verstopte. Hoor nou eens, je wilt toch niet ook nog beweren dat jij die kleine deugniet niet was? Oh, je was de grootste bandiet van alle dorpsjongens. Amy, je had moeten weten wat voor een bandiet hij geweest is en nou komt hij er tegenop dat zijn oude schooljuffrouw dat ze tegen hem zegt. Emiel, we komen te laat. Wat voer je nou toch zo lang uit? Hij zit zeker in de provisiekamer om gauw een borrel te drinken. Ik moet toegeven, hij is gaan drinken toen onze oudste zoon Anton, jouw schoolvriend, naar het buitenland is gegaan. Maar uit respect voor mij drinkt hij, als ik erbij ben, nooit meer dan 1 of 2 glaasjes. Ook niet in gezelschap. Emiel, we komen te laat. Ja, daar ben ik al even klaar. Tot ziens dan, mevrouw Rigo. Het gaat u goed. En neemt u me niet kwalijk dat ik zo lang gebleven ben. Maar Andrie, je hebt nog niks over jezelf verteld. Zeg dan weet tenminste... Weet u, ik heb deze kleine bedevaart gemaakt en ik zei tegen mezelf... Kom, laat ik eens gaan kijken hoe mijn oude schooljuffrouw het maakt. En wat er terecht is gekomen van onze vrienden. Bela, Horvat en Julia... En alle anderen. Ik zeg tegen mezelf, de mensen veranderen, maar het landschap blijft. Ik heb van het alles niets teruggevonden. Niet eens de bomen. Niet eens die 2 eiken in de stam waarvan ik mijn naam gesneden heb. Ik zeg u toch, jongeman. Zo gaat dat met herinneringen. Rook zijn ze. Rook en nevel. Niks. In ons dinsdagavondtheater hebt u geluisterd naar Rook en Nevel. Een spel van Danilo Kis, vertaald door Gerard van Kandhart. De rolverdeling... Andreas, Frans Somers, mevrouw Rigo, Nel Snel, Emiel, Bob Verstraten. De regie had Leon Povel.
bonkte op de hoofden van de kinderen. U wilt toch niet beweren, mevrouw Rigaud, dat mijn vader ook niet heeft bestaan? De oude dronkaard, Eduard Sam. Sam, die u in zijn vette hoed wilde overziens bracht. Maar André, we zijn toch geen kleine kinderen meer? Je gaat daar toch niet boos worden omdat ons allemaal, maar vooral ons ouderen, de herinnering bedriegt of juister gezegd, omdat onze herinneringen niet meer met elkaar overeenkomen. Heb ik niet zelf gezegd, hier, Emil staat hier als getuige, dat jouw vader mij op een dag in de oorlog overziens bracht, in zijn hoed. En dat hij toen tegen me zei, weet u, mevrouw Rigaud, wat aan deze aubergines nog mankeert? Een goede traminer wijn. Dus, meneer Rigaud, u herinnert zich mijn vader toch? Ja. Ja, zo zei hij het. Een goede traminer wijn. Ja, ik herinner me, of liever nou ben ik door het verhaal van Marusha herinnerd, aan dat verhaal van meneer, hoe was het nou ook alweer? Sam, Eduard Sam. Dus aan het verhaal van uw vader, meneer Sam. En van die beroemde aubergines. Weet u, ik heb Marusha verteld, hè, dat we in het eerste jaar van onze gevangenschap elke dag één aardappel kregen. Soms zelfs een rauwe. Weet u, dat waren barre tijden. En op een dag krijg ik in plaats van die aardappel, weet u wat? Daar zou u nooit op komen. Ik krijg, en ik weet zelf niet waarom en waar vandaan, een suikerbiet. Kunt u zich voorstellen, beste vriend, wat dat voor een gevangene betekent? Wat dat voor een door en door bevroren, hongerige, uitgemergelde gevangene betekent, een suikerbiet. En weet u wat ik met die suikerbiet heb gedaan? Ik heb hem verdeeld onder de kameraden van de partijcel. En wat zou u doen als zich een getuige meldde, een kameraad uit de gevangenschap, die zou beweren, ten eerste dat het geen suikerbiet was, maar een bloemkool, ten tweede niet u, maar hij had de suikerbiet gekregen, oftewel de bloemkool, ten derde, laten we hierbij blijven. Dus het was geen suikerbiet, maar een bloemkool. En dan werd hij weliswaar aan u gegeven, maar u hebt hem niet verdeeld onder de kameraden van de partijcel, want zo'n partijcel, neemt u me niet kwalijk, ik veronderstel dat nu maar, en ik denk daarbij aan het door u opgeworpen mechanisme van de herinneringen, zulk een partijcel bestond toen der tijd helemaal niet. En de bloemkool hebt u helemaal alleen opgegeten, stiekem, s'nachts. Ja, neem me nou niet kwalijk. Ik ben nog niet klaar. En die koolraap, respectievelijk suikerbiet of bloemkool of wat u dan ook in handen had, was u niet op de een of andere mysterieuze manier toebedeeld, maar wordt u nu alstublieft niet boos. Maar kreeg u als loon, als kleine vergoeding van kleine diensten die u de bewakers had verleend. Dat zou betekenen, op grond van deze veronderstelling, dat een zekere meneer mij beschuldigt van verlinkerij, om in de toenmalige jargon te blijven. Nou, als het u interesseert, ik zou die meneer, en het kan me niet schelen wie dat zou zijn, heel eenvoudig zijn tanden... Meneer Rigaud had een snor, een pikzwarte snor, en aan zijn rechterhand en zijn middelvinger droeg hij een zegelring waarmee hij bonkte op de hoofden van de kinderen. U wilt toch niet beweren, mevrouw Rigaud, dat mijn vader ook niet heeft bestaan? De oude dronkaard, Eduard Sam. Sam, die u in zijn vette hoed wilde overziens bracht. Maar André, we zijn toch geen kleine kinderen meer? Je gaat daar toch niet boos worden omdat ons allemaal, maar vooral ons ouderen, de herinnering bedriegt of juister gezegd, omdat onze herinneringen niet meer met elkaar overeenkomen. Heb ik niet zelf gezegd, hier, Emil staat hier als getuige, dat jouw vader mij op een dag in de oorlog overziens bracht, in zijn hoed. En dat hij toen tegen me zei, weet u, mevrouw Rigaud, wat aan deze aubergines nog mankeert? Een goede traminer wijn. Dus, meneer Rigaud, u herinnert zich mijn vader toch? Ja. Ja, zo zei hij het. Een goede traminer wijn. Ja, ik herinner me, of liever nou ben ik door het verhaal van Marusha herinnerd, aan dat verhaal van meneer, hoe was het nou ook alweer? Sam, Eduard Sam. Dus aan het verhaal van uw vader, meneer Sam. En van die beroemde aubergines. Weet u, ik heb Marusha verteld, hè, dat we in het eerste jaar van onze gevangenschap elke dag één aardappel kregen. Soms zelfs een rauwe. Weet u, dat waren barre tijden. En op een dag krijg ik in plaats van die aardappel, weet u wat? Daar zou u nooit op komen. Ik krijg, en ik weet zelf niet waarom en waar vandaan, een suikerbiet. Kunt u zich voorstellen, beste vriend, wat dat voor een gevangene betekent? Wat dat voor een door en door bevroren, hongerige, uitgemergelde gevangene betekent, een suikerbiet. En weet u wat ik met die suikerbiet heb gedaan? Ik heb hem verdeeld onder de kameraden van de partijcel. En wat zou u doen als zich een getuige meldde, een kameraad uit de gevangenschap, die zou beweren
Ten eerste dat het geen suikerbiet was, maar een bloemkool. Ten tweede niet u, maar hij had de suikerbiet gekregen, oftewel de bloemkool. Ten derde... laten we hierbij blijven. Dus het was geen suikerbiet, maar een bloemkool. En dan werd hij weliswaar aan u gegeven, maar u hebt hem niet verdeeld onder de kameraden van de partijcel, want zo'n partijcel, neemt u me niet kwalijk, ik veronderstel dat nu maar en ik denk daarbij aan het door u opgeworpen mechanisme van de herinneringen. Zulk een partijcel bestond toen der tijd helemaal niet. En de bloemkool hebt u helemaal alleen opgegeten, stiekem, 's nachts. Ja, neem me nou niet kwalijk. Ik ben nog niet klaar. En die koolraap, respectievelijk suikerbiet of bloemkool of wat u dan ook in handen had, was u niet op de een of andere mysterieuze manier toebedeeld, maar wordt u nu alsjeblieft niet boos. Maar kreeg u als loon, als kleine vergoeding van kleine diensten die u de bewakers had verleend? Dat zou betekenen, op grond van deze veronderstelling, dat een zekere meneer mij beschuldigt van verlinkerij. Om in de toenmalige jargon te blijven. Nou, als u... Oh, maar je hebt nog niet gegeten vanmiddag, of wel? Maar ik zal iets te eten voor je halen. Weer een borrel? Dan zullen we je toch eerst maar wat te eten geven, eer je me uitbundelt. Goeie genade, mevrouw Rigo. En een paar duitjes meeneemt die ik in een grote kous... Maar is naam, mevrouw. In een grote kous onder mijn hoofd. Maar doet u voor mij toch geen moeite? Ik heb helemaal geen honger. Ik drink een borreltje en anders niets. Nee. Je moet iets eten voor straf. Omdat je je lieve oude schooljuffrouw zo geplaagd hebt. Maar mevrouw Rigo, ik heb u volstrekt niet willen beledigen. Ik was alleen maar nieuwsgierig. En toen heb ik gewoon bij mezelf gezegd, ik ga mijn oude schooljuffrouw eens opzoeken zoals ik haar 30 jaar geleden beloofd heb. En dan kent ze me meteen terug en dan zegt ze... Hier, voor straf, voor de ondeugende leerling. Nee, het is niet nodig dat je je achternaam zegt. Ik zal je Andreas noemen, je achternaam doet er niet toe. Nou, dan drinken we, voordat Emil komt, vooraf een slokje met de gevaarlijke rover die zijn naam geheim houdt en zich verstopt achter een masker. Ja, zeg... Ken jij mijn Emil trouwens nog? Ik denk dat ik hem meteen terug zal kennen. Zwart, fors, grote donkere wenkbrauwen, een zwarte snor. Die heeft hij niet meer. Toen hij grijs werd, heeft hij hem afgeschoren. Oh, eerst stond het hem afschuwelijk. Wie wil geloven dat ik erom gehuild heb? Het was net of de oude Emil dood was. Emil en geen snor. Van de eerste dag af dat we elkaar leren kennen, 40 jaar geleden, was er voor mij maar één Emil met een snor. Toen hij hem afgeschoren had, zei ik tegen hem, oh, Emil, echt, ik had liever gehad, God mogen het me vergeven, ik had liever gehad dat je zonder ogen of zonder armen voor mijn neus stond dan zonder snor. Eerlijk gezegd, ik geloof dat hij hem afschoor omdat hij grijs begon te worden. Maar hij zwoer op zijn knieën dat het helemaal toevallig gebeurd was. Hij had er een stukje afgeschoren. En toen zei hij bij zichzelf, tja, Emil, tenminste dat zegt hij. Emil, stel nou voor dat die snor er eens afging. Je oude Marius zou barsten van het lachen. Verbeeld je, het is geen moment bij me opgekomen dat ik daarom in tranen zou kunnen uitbarsten. Ja, nou ben ik eraan gewend geraakt. Een mens went aan alles, nietwaar? Oh ja, natuurlijk. Ik begrijp niet waar hij nou zit. Hij is naar een of andere vergadering toe. Hij heeft erg veel om handen als bestuurslid van de partij. Ik weet nog heel goed dat meneer Emil een zegelring droeg aan de middelvinger van zijn linkerhand. Een grote zwarte zegelring waarmee die bulten tikte op onze hoofd als onze potloden verkeerd vasthielden. Die ring heeft hij ook niet meer. Arme Emil. Hij heeft veel te verduren gehad onder de oorlog. Die ring hebben ze in Rusland van hem afgepakt toen hij daar gevangen zat. Hij heeft nou een andere, gewone, heb ik voor hem gekocht met de zilveren bruiloft. Ach, dus je hebt ook les gehad van Emil. Een paar dagen maar, toen hij u moest vervangen. Hij was erg streng. Ja, Emil is een goed pedagoog. Dat weet jij natuurlijk niet. Hij is alleen maar zenuwachtig. Maar nee, als Anton, nou, dan was je toen 7, 8 jaar. Hè? Nou, goed. Hoe zag jouw hond er dan uit? Mijn wolfshond? Ja. Oh, aan de punten waren zijn oren een beetje omgekruld. Oh, lieve help, Andri, wat vertel je me nou? Hij had, er is helemaal geen twijfel aan, hij had donkerbruine, bijna zwarte hangoren. Een echte Sint-Bernard. Maar goed, ik zou je niet plagen, we hebben het natuurlijk over verschillende honden. Ik bedoel, jij had natuurlijk 2 honden, een Sint-Bernard. Nee, mevrouw, ik heb maar 1 hond gehad en dat was Dingo. Dan moeten jullie een compromis sluiten. Zoals ik met Oscar gedaan heb. Een compromis over de geldigheid van de herinneringen. Deze hond was zowel een wolfshond, zo zei u toch als ik me niet vergis, als een Sint-Bernard. Wat zeggen wil, hij had enerzijds grote, donkere hangoren en anderzijds had hij spitse, van boven iets wat omgekrulde oren als een wolfshond.
En daarmee krijgen we dan deze, laten we zeggen, dialectische paradox. De hond was nog een wolfshond, nog een Sint-Bernard. Dat heft elkaar volgens de tweede variant eenvoudig wederkerig op. Het heft zich op. Plus en min heffen elkaar op. Zo gaat dat met herinneringen, beste kameraad. Ze zijn lucht, rook, niks. Emiel, we zitten elkaar hier zomaar gewoon de bal toe te spelen en we laten André helemaal niet aan het woord komen. Het toe, vertel nou eens wat over jezelf, André. Trouwens, ik heb ook niks over je gehoord. En ook niet van je familie. Vertel nou eens hoe je leeft. Ik vind het allemaal even interessant. De schooljuffrouw is, of het jullie kinderen nou bevalt of niet, de schooljuffrouw is een soort moeder voor het hele leven. Tenminste, zo voel ik het. Ten opzichte van al mijn scholieren, die van vroeger en die van nu. Doet er niet toe wie. Allemaal, allemaal. U weet het zelf, mevrouw Rigo. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja, ik weet gewoon niet waar ik beginnen moet. En het lijkt me dat ik geen bijzondere, geen buitengewoon interessante dingen over mezelf zou kunnen vertellen. Ik ben eigenlijk gekomen om u te ontmoeten. U allemaal, mijn vrienden, u, meneer Emiel. En je hebt niet eens verteld waar je mee bezig was toen Emiel thuis kwam. Ach, mijn koffiewater kookt. Alsjeblieft, vermaak je nog even met Emiel. Ik kom dadelijk. En dan zal ik je niet ieder ogenblik onderbreken. Emiel, nu heb je nog steeds geen plaat opgezet. Vraag hem of hij van klassiek houdt, of misschien houdt hij wel van modern. Ja. Onder in de la, daar ligt wat Otto heeft meegebracht. Ja. Waar heeft hij ze nou toch gelaten, Marusha? Geeft u zich voor mij toch geen moeite, meneer Emiel? Ja, dat is om dol te worden. Marusha, waar heb je ze verstopt? Zijn dit die platen hier in het bakpapier? Ja, zoek daar toch, Emiel. Ze moeten daar zijn ergens. Vanmorgen waren ze er nog, toen ik het er zwaar opruimde. Nou, als ze vanmorgen vroeg opgeruimd heeft, dan heeft ze ze zeker ergens anders neergelegd. Oh, wacht eens even. Dus vroeger... Ja, ik vind het echt jammer dat u zich mijn vader niet kunt herinneren. Ziet u, ik ben eigenlijk op bedevaart, op een soort bedevaart naar oude herinneringen. Ik had gedacht dat u misschien... Nee, jammer genoeg niet. Ik geloof dat Marusha me inderdaad dat verhaal van die tomaten verteld heeft. Van die aubergines? Nou ja, tomaten of aubergines, dat doet er niks toe, hè. Dat bewijst alleen maar dat ik stilletjes aan oud word, hè. Een oude sukkel. Je verliest je geheugen... En van de andere kant krijgen we dan weer te maken met dat vervloekte herinneringsmechanisme, hè. Ja, ik was nou net begonnen met te vertellen, hè. En u hebt me daar nou juist aan herinnerd... dat ik in Siberië, hè, daar heb ik twee ontzettende jaren in gevangenschap doorgebracht... ik had dus in Siberië een kameraad, hè, die net als ik krijgsgevangen was... en die heette precies als uw vader, Sam. Ja, ik wist niet eens meer hoe zijn voornaam was, hè. En daarom dacht ik misschien dat hij... Nee, dat was beslist geen familie van mij. Ja. Nou, die Sam, hè. Die heb ik... hij heette Oscar. Oscar Sam. Nou, ik ben toch nog niet helemaal suf, hè. Nou, die kom ik dus na de oorlog in Novi Sad weer tegen. Hè? Heel toevallig, zo te zeggen, op straat in een melkzak. Nou, dat is nou niet van belang, hè. Maar we kennen elkaar. Terugslaan aan het drinken. Ja, natuurlijk niet in die melkwinkel, hoor. Maar we gingen naar het visserseiland, hè. En daar maar herinneringen aan de oorlog ophalen, hè. Zo bij een glas wijn. Marusha, waar blijft die wijn nou? Voor eens, Emiel, laat ik je wel zeggen, dat is mannenwerk. Ik heb bijna in mijn vingers gesneden. Ja. Hier, alsjeblieft. Trek die wijnfles zelf maar open. Ik zoek me eerst half dood naar je kurkentrekker en dan moet ik nog in mijn vingers snijden. Andreas, ben je er niet van gedachten veranderd? Ben je niet een klein slokje wijn? Nee, dank u heus niet. Ik hou me maar bij mijn broodje. Wat schenk je dan toch in? Nou, wacht maar. Ik doe het al. Je hoeft je niet te generen, kind. Wees nou niet boos, dan ga ik onder wel koffie zetten. Praten jullie maar een beetje verder samen. Ja, zie je nou, Emiel, het is helemaal niet zo eenvoudig. Een heel getop voor me. Zo. Nou, daar zitten we dus, hè. En we vertellen elkaar het ene rare verhaal uit de gevangenisschap na het andere, hè. En dan dit, hè. Namelijk, ik heb beweerd, en ik zal dat tot het eind van mijn leven volhouden, dat wij die nacht op wacht stonden, allebei naast elkaar, hè. En tot zover komen onze herinneringen dan ook met elkaar overeen. En dat we ons toen aan de Russische patrouille overgaven, aan de voorhoede, in de morgenschemering. En ik bond mijn zakdoek aan een stok en zwaaide. En nou moet je opletten.
In zijn versie was dat 's avonds gebeurd en dus in de avondschemering en niets morgen. Die met die hond. Met de Sint-Bernard. Voor mijn part, die kleine deugniet met de Sint-Bernard. En gelooft u mij, mevrouw Hugo, ik zweer u, het was een wolfshond, maar dat doet er nou niet meer toe. Die kleine deugniet die zich met Julia Sabo op de hooizolder verstopte. Hoor nou eens, je wilt toch niet ook nog beweren dat jij die kleine deugniet niet was? Je was de grootste bandiet van alle dorpsjongens. Amy, je had moeten weten wat voor een bandiet hij geweest is. En nou komt hij er tegenop dat zijn oude schooljuffrouw dat ze tegen hem zegt. Amy, we komen te laat. Wat voer je nou toch zo lang uit? Hij zit zeker in de provisiekamer om gauw een borrel te drinken. Ik moet toegeven, hij is gaan drinken toen onze oudste zoon Anton, jouw schoolvriend, naar het buitenland is gegaan. Maar uit respect voor mij drinkt hij, als ik erbij ben, nooit meer dan 1 of 2 glaasjes. Ook niet in gezelschap. Amy, we komen te laat. Ja, daar ben ik al even klaar. Tot ziens dan, mevrouw Rigo. Het gaat u goed. En neemt u me niet kwalijk dat ik zo lang gebleven ben. Maar André, je hebt nog niks over jezelf verteld. Zeg dan weet tenminste... Weet u, ik heb deze kleine bedevaart gemaakt en ik zei tegen mezelf... Kom, laat ik eens gaan kijken hoe mijn oude schooljuffrouw het maakt. En wat er terecht is gekomen van onze vrienden. Bela, Horvat en Julia en alle anderen. Ik zeg tegen mezelf, de mensen veranderen, maar het landschap blijft. Ik heb van het alles niets teruggevonden. Niet eens de bomen. Niet eens die 2 eiken. In de stam waarvan ik mijn naam gesneden heb. Ik zeg u toch, jongeman. Zo gaat dat met herinneringen. Rook zijn ze. Rook en nevel. Niks. In ons dinsdagavondtheater hebt u geluisterd naar Rook en Nevel. Een spel van Danilo Kis, vertaald door Gerard van Kandhart. De rolverdeling: Andreas, Frans Somers, mevrouw Rigo, Nel Snel, Emiel, Bob Verstraten. De regie had Leon Povel. Ja, zeg, ken jij mijn Emiel trouwens nog? Ik denk dat ik hem meteen terug zal kennen. Zwart, fors, grote donkere wenkbrauwen, een zwarte snor. Die heeft hij niet meer. Toen hij grijs werd, heeft hij hem afgeschoren. Oh, eerst stond het hem afschuwelijk. Wie wil geloven dat ik erom gehuild heb? Het was net of de oude Emiel dood was. Emiel en geen snor. Van de eerste dag af dat we elkaar leren kennen, 40 jaar geleden, was er voor mij maar 1 Emiel met een snor. Toen hij hem afgeschoren had, zei ik tegen hem, oh, Emiel, Emiel, echt, ik had liever gehad, God mogen me vergeven, ik had liever gehad dat je zonder ogen of zonder armen voor mijn neus stond dan zonder snor. Eerlijk gezegd, ik geloof dat hij hem afschoor omdat hij grijs begon te worden, maar hij zwoer op zijn knieën dat het helemaal toevallig gebeurd was. Hij had er een stukje afgeschoren en toen zei hij bij zichzelf, tja, Emiel, tenminste, dat zegt hij. Emiel, stel nou voor dat die snor er eens afging. Je oude Marius zou barsten van het lachen. Verbeeld je, het is geen moment bij me opgekomen dat ik daarom in tranen zou kunnen uitbarsten. Ja, nou ben ik eraan gewend geraakt. Een mens went aan alles, nietwaar? Oh ja, natuurlijk. Ik begrijp niet waar hij nou zit. Hij is naar een of andere vergadering toe. Hij heeft erg veel om handen als bestuurslid van de partij. Ik weet nog heel goed dat meneer Emiel een zegelring droeg aan de middelvinger van zijn linkerhand. Een grote zwarte zegelring waarmee die bulten tikte op onze hoofd als we onze potloden verkeerd vasthielden. Die ring heeft hij ook niet meer. Arme Emiel. Hij heeft veel te verduren gehad onder de oorlog. Die ring hebben ze in Rusland van hem afgepakt toen hij daar gevangen zat. Hij heeft nou een andere, gewone, heb ik voor hem gekocht met de zilveren bruiloft. Ach, dus je hebt ook les gehad van Emiel. Een paar dagen maar, toen hij u moest vervangen.
Hij was erg streng. Ja, ja, Emil is een goed pedagoog. Dat weet jij natuurlijk niet. Hij is alleen maar zenuwachtig, maar dat was hij tegen zijn eigen kinderen ook altijd geweest. Zeg, ken je onze kinderen ook? Natuurlijk, mevrouw Rigo, de oudste. Anton zat bij mij in de klas. En de jongste, Otto. Otto, die is tegenwoordig officier. Hij heeft een heel goed inkomen, maar hij geeft alles uit aan vrouwen. Daarin lijkt hij een beetje op Emil. Oh, in zijn jonge jaren was dat ook een enorme vrouwengek. Ja, je mag wel zeggen een rokkenjager. Ik heb destijds erg veel verdriet over gehad. Otto geeft veel geld uit aan grammofoonplaten. Idioot, kan ik wel zeggen. Hij verzamelt klassieke muziek. Dat is dan toch weer een lichtpuntje, tenminste. Want zeg ik altijd tegen Emil, het is veel beter dat hij zijn geld uitgeeft dan klassiek. Het heeft tenminste blijvende waarde. Hij zou net zo goed die moderne rommel kunnen aanschaffen, zoals zoveel van zijn vrienden en de jeugd van tegenwoordig. Ja, hij is toevallig nog net hier geweest. Maar, vertel eens, hoe heb je ons eigenlijk gevonden? Je bent dus eerst in het dorp geweest. Ja. Drink liever een glaasje brandewijn en vertel nou eens wat over jezelf. Je hebt helemaal nog niks over jezelf verteld. Je doet zo geheimzinnig. Emil, het is jouw schuld. Weet je nog, André, hoe de kinderen... Weet je nog hoe de kinderen op school een keer brood voor je hebben meegebracht? Weet je dat nog? Goeie hemel, wat een tijden waren dat. Ja, mevrouw Rigo, dat weet ik nog. U zei ons dat we na de les moesten blijven zitten. En toen moest ik voor de klas komen. Ik stond bij de lessenaar en alle schoolkameraden kwamen langs en ieder legde een stuk brood in mijn arm. Ik hield mijn armen zo, net als nu, zoals je hout draagt, en verzamelde het brood. Toen liep ik huilend naar huis. Dat was toen mijn vader de eerste keer werd opgehaald. Wilt u, kameraad Emil, nog altijd beweren dat het herinneringsmechanisme bedriegt? Ik beweer nog altijd dat het bedriegelijk is. En daar kom ik niet op terug, want er zijn maar al te veel voorbeelden van... Waarom staat dan bij wijze van voorbeeld meneer Rigo zo duidelijk in mijn herinnering? Groot, zwart, met een opgestreken snor, met een ring aan zijn middelvinger. Nou ja, het is in elk geval een feit, André. Kinderen hebben vooral een sterke herinnering aan hun meesters... als er een bij geweest is die bijzonder streng is, zoals Emil. Ja, maar je denkt toch zeker niet, Marusha, dat ik als partijgenote... hoe zeiden jullie dat ook alweer? De kinderen bulten op hun hoofden bonkten. Dat ik mijn kinderen op hun hoofden bonkte en dan nog wel met een zegelring. Ja, Emil, misschien heb je wel... Ik weet immers hoe zenuwachtig je dikwijls bent. Ach, maar dat is toch pure fantasie? Dat is niet te geloven. U droeg donkere dassen, ik geloof zelfs zwarte. André, neem me niet kwalijk dat ik je onderbreek, maar... weet jij nog dat ik jou Anton schoenen gaf en dat jij ze van achter moest opensnijden omdat ze voor jou te klein waren? Je had tamelijk grote voeten, toen al. Ach ja, net als mijn Otto. En de kleine zwarte Julia, die had je helemaal het hoofd op hol gebracht. Dat weet ik nog, mevrouw Rigo, ik weet alles. Julia had lange, blonde vlechten. Hoor je dat nou, Emil, hoor je dat? Blond was ze, zegt hij, blond. Ja, daar doe je niks tegen. Ze had kleine zomerspotjes op haar gezicht en ze bracht mijn hoofd op hol. U hebt mij toen Anton schoenen gegeven en gezegd als ze je te klein zijn, zijn ze dan maar achter een beetje open. Dat is altijd nog beter dan 's winters op blote voeten te lopen. En ik weet ook dat u tegen alle kinderen gezegd hebt, dat hoorde ik later pas, allemaal een stuk brood meebrengen voor mij, omdat ik anders kapot ging van honger en kou, onze hele familie. En zeker hebt u ook gezegd, dat heb ik niet gehoord. Maar overdrijf dan niet zo, André. Zeker hebt u ook gezegd, anders verrekt die arme familie Sam. En verder voor wat die oude zuiplap die Sam betreft, voor die zou het trouwens nou, erg goed zijn. Nou, echt te ver, André. Echt, ik heb jouw vader gerespecteerd als een ontwikkeld man. En die anekdote met die aubergines, die maakt hem alleen nog maar sympathieker. Hoewel ik jullie eerlijk gezegd wel beklaagd heb, speciaal je moeder. En ik weet toch hoe je mijn moeder hebt getroost. U zei tegen haar, mevrouw Sam, kijk u alleen maar naar uw kinderen. En die gekke vent, laat hem maar lopen, waarin die wil. U stond naast mijn moeder en mij. En mijn vader lag half doodgeslagen voor ons op de grond. Een vermoeidheid, een hallucinatie, weet ik veel, hè? Ziet u, ik heb er geen moment aan getwijfeld, hè. Niet één ogenblik heb ik aan Oscars eerlijkheid getwijfeld, hè. Aan zijn fatsoenlijkheid, zullen we maar zeggen. Ook niet aan zijn intelligentie. Nee, beste vriend, geen moment. Want de jarenlange gevangenschap en ook de tijd in het leger tevoren hebben bewezen dat Oscar fatsoenlijk was. Een communist. Zo u wilt, een man van de daad, realistisch en daarbij volkomen nuchter in elk opzicht. Ik bedoel, een mens wars van elk fanatisme. Hè? Maar op dat hoogst delicate moment, toen wij allebei vermoedelijk de twee enige communisten in de hele compagnie, wat zeg ik, in het hele bataljon om zo te zeggen, besloten ons over te geven aan het Rode Leger, omdat we begrepen hadden dat aan die kant het gelijk lag,
Ik bedoel, hij heeft op dat hoogst delicate moment toen het leven op het spel stond, hè, toen het leven van een mens nog aan een zijden draadje hing, hè, toen de onzekerheid voor ons opdoende. Zei u iets? Nee, niet kwalijk. Volstrekt niet. Ik wou alleen maar. Ja, daar ben ik ook weer gebleven. Ja, dus het fatsoen van kameraad Oscar heb ik geen ogenblik in twijfel getrokken. En ook hij heeft, en daar ben ik van overtuigd, aan het mijne niet getwijfeld. Aan mijn variant, bedoel ik. En weet u tot welke slotsom wij uiteindelijk kwamen? Hoe we die Gordiaanse knoop hebben doorgehakt? Hoe we hebben afgerekend met onze elkaar tegensprekende herinneringen? Heel elegant en heel eenvoudig. Wij aanvaarden allebei de varianten als juist. Wat vindt u daarvan? Tje. Wat moet ik daarop zeggen? Misschien, ik weet niet, maar misschien hadden ze allebei als onwaar verworpen moeten worden. Zo groot is het verschil niet. Ah, daar heb ik u. Dat deden wij ook. Wij verwierpen beide versies als onjuist en onwaar. Wat vindt u daarvan? Ik snap het. U hebt tegelijkertijd... Natuurlijk, maar dat is immers wel bekeken haast één en dezelfde dialectische waarheid. We hebben beide varianten, beide verhalen, beide herinneringsbeelden als juist aanvaard, dus als waar. En tegelijkertijd als onjuist en onwaar. Alsjeblieft. Hier brengt de menselijke logica je dankzij een vreemd mechanisme niet meer verder. Ach, beste kameraad. Wat zijn al met al herinneringen? Rook, nevel, niks. Emil, dat is een plaat. We zijn veranderd in rook, in niks. André, kind, je moet Emil even excuseren. Hij moet zich, als we de koffie op hebben, eerst gaan scheren. Ik zei al, we moeten... Oh, goeie hemel, is het al zo laat? Nee. Blijf dan rustig zitten. Helemaal niet. Wij blijven hier zitten, totdat Emil klaar is. Je wilt toch niet weggaan eer je alles aan me hebt verteld, aan mij? Je vroegere schooljuffrouw? Ja, een ogenblikje, maar ik ben direct weer terug. Ik heb een elektrisch scheerapparaat en dat gaat heel vlug. Blijft u maar rustig zitten en drinkt u uw koffie. En Marusha, kijk jij nooit naar die platen? Maar ik geloof dat ik u echt al veel te lang heb opgehouden. Misschien kom ik een andere keer nog eens. Hoezo misschien? Je komt morgen vroeg of misschien vanavond nog. Zeg, Emil. Emil, wanneer is die vergadering afgelopen? Wat zeg je? Wanneer is die vergadering afgelopen? Dat weet ik niet, dat kan al 12 uur worden. Oh, nou kom dan in elk geval morgen, hè? Morgen vroeg op de koffie. Maar ik ga vanavond weg. En lieve hemel, waarom zo vlug? Hey, ik moet wel, helaas. Het was maar een korte bedevaart. Nou, goed dan, André. En, wat heb je voor indrukken opgedaan? Heb je iets gevonden van datgene waarnaar je op zoek was? 30 jaar. Hemeltje lief, is geen klein beetje. Als ik er nog aan denk... Het is net of ik je nog voor me zie met die Sint-Bernard, zoals je langs de rivier ging wandelen. Ja, ik zei toch, meen ik, ik heb een paar mensen teruggevonden. En weet u, mevrouw Rigo, wat ik niet gevonden heb? Ik heb het landschap niet kunnen terugvinden. Ik zei tegen mezelf, wat betekent er 30 jaar voor een boom, voor een rivier, voor een bos? Wat betekent het 30 jaar in het leven van een eik? Ja. En dan kom ik daar waar ik elke boom, elke struik, elke bloem heb gekend. En ik heb er niets van terug kunnen vinden. De bomen zijn omgehakt of ze zijn door het water meegestuurd. Of de bliksem er is erin geslagen. De rivier heeft in die 30 jaar zijn bedding verlegd. De oevers zijn anders geworden en niets... Niets is overgebleven voor wat ik hoopte terug te vinden. Maar André, dat zijn toch alleen maar zoals Emil zegt, onjuiste herinneringen. Hoe kan Nee, mevrouw Rigo. Ik herinner me haarscherp. Dat daar buiten bij de dam 2 geweldige beuken hebben gestaan, bij de rivier. Wat? Beuken, André? Ik kan me niet herinneren dat er aan de rivier in de buurt van het dorp ooit beuken gestaan hebben. Voor zover ik weet stond er tot aan de grens van de gemeente, tot aan het Gravenbos, geen enkele boom, er lag alleen maar vlak land. Maar ik heb toch met naam in een van de beuken gesneden? Kort voor ons vertrek heb ik met een mes mijn naam diep in de schors gesneden. Ik hoop dat ik die daginder zou terugvinden,
En u? Niets. Geen enkel bewijs, niets. Je wou me geloof ik van toch binnen? Ja, ga je gang. Van harte welkom. Dank u. Hier langs alsjeblieft. Oh, het is mooi hier. Ik zal hier maar gaan zitten. Ja, ga je gang. U zei ja, en dan kom je op een goede dag terug in ons stadje. En dan ken ik je niet meer. Misschien heb je dan een auto, liefst met een eigen chauffeur. Misschien met je vrouw, die natuurlijk heel knap is. En die stel je dan aan mij voor, dat is mijn verloofde. En dat is mijn schooljuffrouw, mevrouw Rigo. Ben jij niet de kleine Zielinski, die zijn vader jachtopziener was? Mis, mevrouw Rigo. 2 banken verder en 4 jaar te vroeg. Zielinski zat in de 4e toen ik op school kwam. Ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet meer. Achter waren er zoveel, kind. Dat mag ik toch nog wel zeggen, kind. Ja, er waren er zoveel die in mijn leven gekomen zijn en gegaan. Maar waar was het dan? Toch niet... U bent op het goede spoor, mevrouw Rigo. Ja, het was nog in het dorp. 1942, 43, 44 tot 45. Ja. Naar je leeftijd te zien is het lang geleden. Ben je niet... Nee. Nee, ik kan het niet raden. Het is te lang geleden. Het waren ellendige tijden. 30 jaar geleden. En wie weet of mijn naam u nog wel iets zou zeggen. Misschien weet u mijn naam niet eens meer. Andreas. Zegt u dat iets? Andreas? Andreas. Andreas. Ach ja. Ja, nou weet ik het weer. Andreas Mali, de kleine Tsjech. Je vader was dirigent van de brandweerharmonie. Ach ja, natuurlijk. Nee? Nou, ik geef het op, ik weet het niet meer. Andreas Kisch. Nee? Ah, natuurlijk, die is veel jonger dan jij. Ik ben helemaal in de war. Andreas Kisch, die is nou nog maar 18 of 19. Nee. Nee, echt niet. Ik kan me geen andere Andreas te binnen brengen. Zielinski, Mali, Kisch. Popov. Ah, nee. Nee, die is ook jonger. Melikdic. Wat zeg ik nou? Dat is een vriend van mijn man, die is veel ouder dan jij. Hij heet helemaal geen Andreas. Nee, ik moet toegeven, ik ben het kwijt, ik weet het niet. Oh, maar je hebt nog niet gegeten vanmiddag, of wel? Maar ik zal iets te eten voor je halen. Wil je een borrel? Dan zullen we je toch eerst maar wat te eten geven, eer je me uitplunderen. Goeie genade, mevrouw Rigo. En een paar duitjes meeneemt die ik in een grote kous... Dat is heel snel, mevrouw. ...in een grote kous onder mijn hoofd. Maar doet u voor mij toch geen moeite? Ik heb helemaal geen honger. Ik drink een borreltje en anders niets. Nee. Je moet iets eten voor straf. Omdat je lieve oude schooljuffrouw zo geplaagd hebt. Maar mevrouw Rigo, ik heb u volstrekt niet willen beledigen. Zo gaat dat met herinneringen. Rook zijn ze. Rook en nevel. Niks. In ons dinsdagavondtheater hebt u geluisterd naar Rook en Nevel. Een spel van Danilo Kis, vertaald door Gerard van Kandhart. De rolverdeling: Andreas, Frans Somers, mevrouw Rigo, Nel Snel, Emiel, Bob Verstraten. De regie had Leon Povel.
Toen hij hem afgeschoren had, zei ik tegen hem, oh, Emil, Emil, echt, ik had liever gehad, God mogen het me vergeven, ik had liever gehad dat je zonder ogen of zonder armen voor mijn neus stond dan zonder snor. Eerlijk gezegd, ik geloof dat hij hem afschoor omdat hij grijs begon te worden. Maar hij zwoer op zijn knieën dat het helemaal toevallig gebeurd was. Hij had er een stukje afgeschoren. En toen zei hij bij zichzelf, tja, Emil, tenminste dat zegt hij, Emil, stel nou voor dat die snor er eens afging. Je oude Marius zou barsten van het lachen. Verbeeld je, het is geen moment bij me opgekomen dat ik daarom in tranen zou kunnen uitbarsten. Ja, nou ben ik eraan gewend geraakt. Een mens went aan alles, nietwaar? Oh ja, natuurlijk. Ik begrijp niet waar hij nou zit. Hij is naar een of andere vergadering toe. Hij heeft erg veel om handen als bestuurslid van de partij. Ik weet nog heel goed dat meneer Emil een zegelring droeg aan de middelvinger van zijn linkerhand. Een grote zwarte zegelring waarmee die bulten tikte op onze hoofd als onze potloden verkeerd vasthielden. Die ring heeft hij ook niet meer. Arme Emil. Hij heeft veel te verduren gehad onder de oorlog. Die ring hebben ze in Rusland van hem afgepakt toen hij daar gevangen zat. Hij heeft nou een andere, gewone, heb ik voor hem gekocht met de zilveren bruiloft. Ach, dus je hebt ook les gehad van Emil. Een paar dagen maar, toen hij u moest vervangen. Hij was erg streng. Ja, Emil is een goed pedagoog. Dat weet jij natuurlijk niet. Hij is alleen maar zenuwachtig, maar dat was hij tegen zijn eigen kinderen ook altijd geweest. Zeg, ken je onze kinderen ook? Natuurlijk, mevrouw Rigo, de oudste. Anton zat bij mij in de klas. En de jongste, Otto. Otto, die is tegenwoordig officier. Hij heeft een heel goed inkomen, maar hij geeft alles uit aan vrouwen. Daarin lijkt hij een beetje op Emil. Oh, in zijn jonge jaren was dat ook een enorme vrouwengek. Ja, je mag wel zeggen een rokkenjager. Daar heb ik destijds erg veel verdriet over gehad. Otto geeft veel geld uit aan grammofoonplaten. Idioot, kan ik wel zeggen. Hij verzamelt klassieke muziek. Dat is dan toch weer een lichtpuntje tenminste. Want zeg ik altijd tegen Emil, het is veel beter dat hij zijn geld uitgeeft dan klassiek. Het heeft tenminste blijvende waarde. Hij zou net zo goed die moderne rommel kunnen aanschaffen, zoals zoveel van zijn vrienden en de jeugd van tegenwoordig. Ja, hij is toevallig nog net hier geweest. Maar, vertel eens, hoe heb je ons eigenlijk gevonden? Je bent dus eerst in het dorp geweest. Ja, eerst in het dorp. En toen zei ze meteen, mevrouw Rigo is hier al lang weg, al meer dan 10 jaar. Ik kon wel huilen omdat ik uw spoor was kwijtgeraakt. Maar in het dorp was nog iemand die de naam kende van het stadje waarin u was verhuisd. Ja, en nu heb ik u dus gevonden. En wie was dat in het dorp? Een van je vroegere vrienden? Ik kwam tegen de middag met de wagen in het dorp. Ik vroeg de chauffeur langzaam te rijden. De boeren keken verwonderd de wagen na. Zoals toen. Hoe moet je opletten? In zijn versie was dat 's avonds gebeurd en dus in de avondschemering en niets morgens. En met de zakdoek die we samen aan de stok hadden gebonden, zou hij gezwaaid hebben. Dus twee volkomen verschillende versies van één en hetzelfde verhaal. En zo ging dat maar door, hè. Volgens mij kwamen van links of van rechts twee Kirgiezen met machinepistolen op ons af. En volgens hem kwamen er twee reusachtige blonde Russen, de ene van de achteren en de andere van de voorkant, wat volkomen onwaarschijnlijk is, want dat zou betekenen dat de Russen dan ook achter de frontlinie hebben gezeten. En dan alleen met karabijnen en opgestoken bajonet. Nou, zo zie je dat dit verhaal bijzonder leerrijk kan zijn, hè. Vooral met het oog op ons, hoe moet ik dat noemen, ons vorig klein meningsverschil in verband met jouw jeugdherinnering, hè? Ja, aan mijn ring. Hm? Ja, maar die herinnering aan uw ring steekt toch wel heel diep in me. En ik zou kunnen. Ja, goeie genade, twijfelt u dan aan het feit dat onze herinneringen, waarvan ik daarnet heb verteld, 2 jaar zijn? Totaal verschillend. Twijfelt u dan aan het feit dat die twee uiteenlopende herinneringen gewoon niet vaststaan na meer dan 30 jaar? En dat ze dus op geen manier betrouwbaar en onaantastbaar zijn? Hm? Alle elementen zijn voorhanden. In beide varianten. Ook die witte zakdoek. Dat wil zeggen, mijn zakdoek of die van ons allebei. Ja, natuurlijk mag je in beide gevallen op objectieve gronden het woordje wit niet zo letterlijk nemen. Het waren met permissie 2 smerige snotlappen. Als er tenminste iets was, hè, als alles, zowel in de ene als in de andere variant, niet alleen maar een gewone fata morgana, een angst, een onzekerheid, winter, honger, vermoeidheid, hallucinatie, weet ik veel. Hm? Ziet u, ik heb er geen moment aan getwijfeld. Hè? Niet één ogenblik heb ik aan zijn, dat wil zeggen, aan Oscars eerlijkheid getwijfeld. Hè? Aan zijn fatsoenlijkheid, zullen we maar zeggen.
Ook niet aan zijn intelligentie. Nee, beste vriend, geen moment. Want de jarenlange gevangenschap en ook de tijd in het leger tevoren hebben bewezen dat Oscar fatsoenlijk was. Een communist. Zo u wilt, een man van de daad, realistisch en daarbij volkomen nuchter in elk opzicht. Ik bedoel, een mens wars van elk fanatisme. Huh? Maar op dat hoogst delicate moment, toen wij allebei vermoedelijk de twee enige communisten in de hele compagnie, wat zeg ik, in het hele bataljon om zo te zeggen, besloten ons over te geven aan het Rode Leger, omdat we begrepen hadden dat aan die kant het gelijk lag. Ik bedoel, hij heeft op dat hoogst delicate moment, toen het leven op het spel stond, hè, toen het leven van een mens nog aan een zijden draadje hing, hè, toen de onzekerheid voor ons opdoende. Zei u iets? Nee, niet kwalijk. Volstrekt niet. Ik wou alleen maar. Wonen jullie in het dorp? Sinds 41. Om precies te zijn vanaf begin 41. Nou, dat betekent dat jij Emily meneer Sam nog gekend moet hebben. Tenminste uit de verhalen. Ik weet nog dat ik ooit over hem verteld heb. Hij was groot van stuk, net als Andrie. Zelfs nog wel groter. Hij droeg een bril en hij had altijd een wandelstok bij zich met een ijzeren punt. Nee, ik weet het echt niet. En ik heb jou over hem verteld, Emile. Dat was die meneer, dat weet je toch nog wel, die in de tijd wilde aubergines voor mij heeft meegebracht. Oh, hij was heel ontwikkeld, werkelijk, Andrie. Jouw vader was een echte gentleman, heel ontwikkeld. En zo kwam hij op een dag bij me aan met die aubergines. Die droeg die, stel je dat voor, in zijn hoed. Hij was, neem niet kwalijk, Andrie, een beetje verstrooid bij al zijn geleerdheid. En hij zei tegen me, mevrouw Rigaud, ik ben zo vrij u in deze moeilijke dagen iets bijzonders te laten zien. Stel je voor, Emile, ik had mijn leven lang nog geen aubergines gezien, ik weet dat hij wilt. Ik weet dat ik het je ooit verteld heb. Ik moet zeggen, het was een eigenaardig recept, maar die aubergines smaakte best, al mankeerden er allerlei ingrediënten aan. Toen zei je vader zaliger tegen me, weet u, mevrouw Rigaud, wat er nog mankeert aan die aubergines? Nee, meneer Sam, zeg ik. Nee, kruiden waarschijnlijk. Laurier, celery, dil, peper, begon ik zo te raden. Nee, zei hij, nadat ik alles voor hem had opgenoemd. Nee, mevrouw Rigaud, de aubergines zijn zo ook al bijna volmaakt, zonder al die kruiden. Nee, wat er aan mankeert is een goede traminerwijn. Hoor eens, Marusha. Je zou onze, kameraad Andreas en mij, zou in deze hitte een slokje wijn best smaken. Oh, natuurlijk, Emile. Ik vind alleen jammer dat André helemaal niks heeft gegeten. Sterke drank maakt toch dat hij van de sokken gaat. Oh, laat u toch, mevrouw Rigo. Ik ben met deze brandewijn best tevreden. Zo. Ja. Dus vroeger. Ja, ik vind het echt jammer dat u zich mijn vader niet kunt herinneren. Ziet u, ik ben eigenlijk op bedevaart, op een soort bedevaart naar oude herinneringen. Ik had gedacht dat u misschien... Nee, jammer genoeg niet. Ik geloof dat Marusha me inderdaad dat verhaal van die tomaten verteld heeft. Van die aubergines? Tomaten of aubergines, dat doet er niks toe, hè. Dat bewijst alleen maar dat ik stilletjes aan oud word, hè. Een oude sukkel. Je verliest je geheugen. En van de andere kant krijgen we dan weer te maken met dat vervloekte herinneringsmechanisme, hè. Tja, ik was nou net begonnen met te vertellen, hè. En u hebt me daar nou juist aan herinnerd dat ik in Siberië, hè, daar heb ik twee ontzettende jaren in gevangenschap doorgebracht. Ik had dus in Siberië een kameraad, hè, die net als ik krijgsgevangen was en die heette precies als uw vader.